Hallo, hallo allemaal. Hey. Hallo Adam, ben ik, ça va? Alles goed. Zo, hebben jullie mij gemist? Prachtig, ik heb jullie ook gemist, want ik heb niks meer te zeggen thuis. Niemand luistert nog naar mij. He, vandaag vroeg mijn dochter nog, vader, want zo spreekt hij tegen mij. He. Ik zeg, ja dochter, we hebben een vrij formele relatie. He. Zegt, wat ga je vanavond doen? Ik zeg, ik ga de mensen in de Arenberg-Schouwburg en in alle zalen in Kinepolis gelukkig maken. Met de helende kracht van de lach. Dochter was niet onder de indruk. Dat is nooit nog onder de indruk, man. Die is inmiddels al 8 jaar oud. Hè? Amy is al 8 jaar oud. Mensen die kinderen hebben, zullen perfect begrijpen wat ik bedoel. Hè? Tijd gaat enorm snel als je een kind hebt. Het leek als de dag van gisteren dat Amy nog in mijn onderarm paste en van de papfles dronk. Voor je het weet, zitten met uw vrouw en uw dochter aan tafel en je zet een verhaal aan het vertellen dat je zelf behoorlijk boeiend vindt. Die kijken met twee naar elkaar, die kijken naar mij en die doen allebei dit. En van mijn vrouw was ik dat al jaren gewend. Maar als je dat van je dochter krijgt, dat is een moment. Dan verandert alles. Dan heb je door, ik heb niks meer te zeggen in mijn eigen huis. De hiërarchie gaat nu als volgt. Mijn vrouw, mijn dochter, de kat, ikke. Dat is het. Het is gedaan. En vroeger, iedere woordje dat mijn dochter uitsprak, vond ik een mirakel. Als peuterke, zo haar eerste woordjes. Mama, papa, bal, bal. Ballen, ballen. Meervoud, godverdomme, zijn jij opgevoed in een schuur. Liep ik ook naar mijn vrouw. Ons klein mirakeltje heeft weer een nieuw woordje gezegd. Terwijl nu zou ik willen dat ons klein mirakel is wat minder woordjes op een dag zijn. Vanaf het moment dat hij haar ogen open doet tot ze 's nachts haar hoofdje te slapen legt, stopt hij haar mond niet mee gaan. Dat kind stopt niet met praten. En vooral 's ochtends heb ik het er heel moeilijk mee, want ik ben geen ochtendmens. Ik breng haar ook iedere dag naar school in de auto. En ik ben ook geen automens. Want vanaf het moment dat ik in een auto stap, haat ik heel de wereld. Maar dat is ook niet moeilijk, want je rijdt allemaal gelijk debiel. Ja, dat begint al met een eerste auto voor mij. Dan begin ik al te zagen van, oh ja, tuurlijk, dat pinken, dat gaan we niet doen. Hè. Dat was een optie in de auto. Dat zat er niet standaard in. Wij moeten niet weten naar waar dat gaat. Zolang dat je het zelf maar weet, zeg ik, dat is het belangrijkste. Oh, 4 pinkers. We gaan even stilstaan in een eenrichtingsstraat. Tuurlijk, dat, ik wacht wel even. School begint wel later. Pakt u een tijd. De wereld draait alleen om jou. Oh, we gaan achteruit rijden. We weten niet waar we zijn. Ja, geen probleem. Ik zal even achteruit inparkeren, zodat jij voorbij kunt. Terwijl ik dat aan het doen ben, fietsers en voetgangers, wandel en fiets maar lustig achter mij door, terwijl ik manoeuvreer. Want ik heb natuurlijk ogen van achter op mijn kop. En ik ben alleen maar bezig met de zwakke weggebruiker. Oh ja, bakfiets, tuurlijk, stik maar voorbij. Ja, uiteraard kan ik tegen 2,5 kilometer per eeuw achter je aanschokken. Maar dan heb ik toch zeker al uw politiek correcte kutstickers minstens 7 keer gelezen, vooraleer ik mijn dochter eindelijk aan school kan afzetten. En ze inmiddels aan het 5e middelbaar begint. Hè? Oh, 2 bakfietsen even neer, nog beter. Doe dan er zo'n gezellig babbeltje. Quinoa, num, 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 num. En terwijl dat allemaal aan het gebeuren is in het verkeer, stopt mijn dochter naast mij in de auto niet met praten. Niet. Wij gingen gisteren op school Frozen spelen. Ik wou Elsa zijn, maar ik mocht Elsa niet zijn, want Uma wou Elsa zijn. Terwijl ik had mijn blauw kleedje aan met die witte onderrok. Dat zo zwiert wanneer dat ik beweeg. Dus ik vond dat ik veel meer op Elsa leek dan Uma. Maar ja, Uma moest weer Elsa zijn. En Fran zei ook, ja, ik vind dat Uma Elsa moet zijn. En ik ben gewoon aan het hopen dat hij heel even inademt. Gewoon dit. Dat is al wat ik nodig heb om even een kleine zen-bloementuin in mijn hoofd te creëren. Maar die doet dat niet. Dat kind ademt niet. Volgens mij heeft die kieuwen achter haar oren. Dat kan niet anders. En ik heb mijn toverstaf bij. Die een, als je erop drukt, dat is hoe let it go, zing die. Tegen dat ik die aan school heb afgezet, zink ik kapot. Moet mijn dag nog beginnen, dames en heren. Nu, gelukkig heeft Amy wel een goed gevoel voor humor. Hè? Benieuwd van wie ze dat gekregen heeft. Ja, we zaten een tijdje terug samen in de auto en we waren naar de radio aan het luisteren. En het liedje België van het Goede Doel kwam op. Hè? Je kent het allemaal, het refrein kwam eraan. Is er leven op Pluto? En mijn dochter, nee. Die keek ook zo naar mij van, oh, wat een stomme vraag.
Die is dus ook een gigantische treuzelaar. Dus ik moet die altijd afjagen, 's morgens, anders zijn we te laat. En die verzint zelf afkortingen. Dat is ook heel raar. Ik zeg, kom aan, Amy, doe de schoenen aan. We zijn bijna te laat op school. Papa, EPL. Ik zeg, sorry, even protje laten. We spelen nu ook samen het scheetenspel. Dat is een vrij recente ontwikkeling. Als ik of Amy een scheet moeten laten, dan verwittigen wij elkaar. Dan roept hij naar mij. Papa, het is zover. Dan kijk ik naar haar, doet hij... En dan doen wij met twee dit. Yes! Mijn vrouw wordt er zot van. Hoe voelde jij die nu ook op? Dat is een meisje. Ik zeg, ik wou een jongen, ik maak er het beste van. Je moet werken met wat je krijgt, zeg ik altijd. Maar ik heb wel goed nieuws voor de mensen in Kinepolis en vooral voor jullie hier in de Arenberg Schouwburg in Antwerpen. Ik ben terug één tree naar omhoog gegaan in de familiehiërarchie, want de kat is dood. Scooby de kat is heen gegaan, dames en heren. Scooby de kat, Scooby. Dat is mijn mond. Het is niet moeilijk dat dat beest zo fucked up was in zijn kop. Die had waarschijnlijk een gigantische identiteitscrisis elke keer we die riepen. Scooby! I don't know! Make up your mind! Hele oude, versleten kat. En we brachten ze naar de dokter. En de dokter sprak de verlossende woorden. We gaan haar moeten laten inslapen. En ik moet toegeven, dat was een onverwacht emotioneel moment. Ik zag dat niet aankomen. Die lag zo op de tafel en mijn vrouw maakte er zo'n heel mooi moment van voor mijn dochterke. En Scooby gaat nu slapen. We gaan afscheid nemen van Scooby. Geeft ze een kusje op haar neusje en zegt, slaap wel, Scooby. Slaap wel, Scooby. Mijn dochterke zo met traantjes in haar ogen naast mij. Slaap wel, Scooby. Ik in mijn kop, ding dong, the witch is dead. Now I get a feeling that tonight's gonna be a good night. Do, 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 do. This is the ice cold, Michelle, fight for that white gold. Celebrate good times, come on. Maar dat kon ik natuurlijk niet laten zien. En je vindt dat misschien een beetje een gemene reactie op de dood van een huisdier. Maar je moet snappen... Wat mijn relatie was met Scooby de kat. Wat mijn geschiedenis was met dat beest. Dat was de kat van mijn vrouw. Zij had die al toen we elkaar leerden kennen. En dat heeft 2 jaar geduurd vooraleer dat beest mij niet op zicht aanviel. Toen ik moest de kamer nog maar inwandelen, die pupillen, die oren, die staart, die klauwen... Die viel mij ook aan van het de meest onmogelijke hoeken, zo ondersteboven hangend om de keukentafel. Als ik in bed lag, rappelde die met een touw van het plafond op beneden. Ik wandelde de woonkamer in, die kop begon rond te draaien, die kotste heel de muur rond. Red rum, red rum, Satan is Lord, Satan is Lord. Ik met mijn crucifix met de Heer Jezus Christus erop. The power of Christ compels you, the power of Christ compels you. Out, demon, out. Die kat was Satan. Maar ik dacht, oké, Alex, denk aan uw vrouw en dochter. Neem afscheid van Scooby de kat. Dus ik buig voorover. Zeg, slaap wel, Scooby. Ik geef die een kusje op haar neus. Het laatste wat dat kutbeest doet. Man, ik schrok zo hard dat ik die gewoon van de tafel heb afgegooid. Zo, ah! Nou, dat sputje gewoon niet meer moeten, denk ik. Hoor. Maar geef het toch maar om zeker te zijn. Ik wil dat pootje nog een paar keer zien trekken, zo een beetje kak op de grond. Dan weet ik zeker dat dat kutbeest niet terugkomt. Hè. Ja, die kat kennende staat hij waarschijnlijk binnen 2 dagen terug bij mij in de woonkamer. Zo'n walking dead kat. Hè. Snel, de kruisboog met de pijlen die nooit opraken. Voor de Daryl Dixon fans in de zaal. Hè. En toen kwam ik erachter, dames en heren, dat er nog iets vervelenders bestaat dan een oude, gemene kat. En dat zijn 2 dartele, kerngezonde, jonge katjes. We hebben er 2 neef. Ja, ik ben nog lager op de hiërarchieladder gevallen dan voorheen. Ik heb helemaal niks meer te zeggen thuis. 2 nieuwe katten waar ik ook nog eens allergisch aan blijk te zijn. Dus ik zit een hele dag lang in mijn eigen zetel...
met een puffer. Ik, Alex Agnew, met een puffer. Het laatste beetje autoriteit dat ik nog over mijn dochter had, is nu helemaal weg. Amy, ga naar uw kamer, luister naar uw vader. Ja, dat is nog de kloten, hè. Mijn vrouw pakt er dan een pilletje voor. Ik zeg dat ik tegen u ook kunnen zeggen, maar ga, wou per se, kinderen. Je mag applaudisseren, hoor. Laat het los. Ik weet dat je het wilt. Ik weet dat je het wilt. Ik weet dat je het wilt. Give it to me. Oh, man. Nu heeft mijn dochter het in haar hoofdje gehaald dat ze een papegaai wil. Papa, ik wil een papegaai. Ik zeg, waarom? Omdat die kan praten. Die gewoon nooit een woord kunnen zeggen, want je houdt geen twee seconden in je bakkes. En als ik trouwens iets in huis wil dat men een hele dag lang gewoon napraat zonder dat het enig idee heeft waarover het zelf bezig is, dan babbel ik wel tegen uw moeder. Als hij twee zinnen tegen mij zegt, hoor ik in mijn kop toch automatisch al ka, ka. Dus wat mag het eigenlijk nog het? Ik heb trouwens ook research gedaan naar de papegaai. Blijkt dat de papegaai tot 80 jaar oud kan worden. 80 fucking jaar. Joh, ik zat uit te kijken naar een rustig eind van mijn leven als weduwnaar. De stille laatste jaren zonder gezeik aan mijn hoofd. Toch weer zoiets in huis dan een hele dag op u aan het roepen is. Hey, sportpaleis, die vuilzakken zitten nu nagen niet buiten. Zo, ah! Jullie begrijpen waarom ik terug met stand-up comedy begonnen ben, dames en heren. De situatie thuis was onhoudbaar. Want ik ben even weg geweest van comedy 3 jaar lang om te gaan toeren met mijn metalband Diablo Boulevard. Al ooit van gehoord? 3/4 van de zaal. Goed dat je terug met comedy begonnen zo dadelijk. We hebben coole dingen gedaan, man. We hebben veel in het buitenland gespeeld. We hebben in Amerika gespeeld met een band genaamd Life of Agony. Al ooit van gehoord? Life of Agony, voor de mensen die ze niet kennen, band uit New York. Spelen ze wat metal, hardcore. Een band waarvan de zanger nu een zangeres geworden is. Ja, die heeft zich laten ombouwen. Dat is een transgender, zoals de Frankie van Tarth. Ja, die zanger heette vroeger Keith Caputo en die heet nu Mina Caputo. En ik ken haar slash hem al jarenlang persoonlijk. En ik kwam nooit overeen met Keith. Maar die komt keigoed overeen met Mina. En dat bevestigt weer een van mijn vele theorieën, dat als je ergens een schoon stel tieten opplakt, ik bereid ben om heel veel bullshit door de vingers te zien. Ja, en die ziet er goed uit. Dank u wel. Die ziet er goed uit. Mooie ogen zo, klein, fijn dingetje, lang haar, mooi poepeke, goeie borsten. Ik dacht, boah, nog een pint of vier en we zien wel wat er gebeurt. Hè. En die begon ook een beetje met mij te flirten op die tour. En ik moet toegeven, ik was geflatteerd. Hè. Kwam ik die tegen in de gang, zei die zo, hey you. Ik zo, hey, how you doing? Al de rest van de band, allee gast, die deed nog altijd met Piet. Ze geeft je nog altijd met Piet? Heeft hem met Piet? Dan is het Keet. Heeft een vagina? Dan is het Mina. Een top idee voor een tourshirt. Hè. Maar die waren er altijd mee aan het lachen van... Allee, Alex, jij bent toch hetero? Jij bent aan het flirten met een man. Ik zeg, wat maakt het uit? Mooie ogen, lang haar, schoon poepeke, mooie borsten. Zelfs als het een vrouw was, ging ik toch op slinkse manier proberen om die droog in de nol te poepen. Dus wat maakt het uit? Nu kan ik nog een reach around doen, die penis vastpakken en mij inbeelden dat het de mijne is. Mijn god, hij is gigantisch. Ik heb dat wijf gespietst. They shall call me Vlad the Impaler. Van de kont, recht door de kut. Ik had erbij moeten zijn geweest, toptoer. En blij dat je de kinderen hebt meegepakt. Vader van het jaar. Zie je op de moraline, god er tot aan de elleboog in vanavond. Het is de laatste van de tour. No holds barred, baby. I'm going insane. Het kan dat deze show 4 uur duurt, maar het worden de gekste 4 uur uit je leven. Zelfs al zeggen de naadlisten nu, stop nou gewoon.
We hebben nog heel coole dingen gedaan met een band. We hebben over heel Europa gespeeld. Een van de mooiste festivals die ik ooit gespeeld heb in mijn leven is het Metal Days Festival in Slovenië. Ik weet niet of mensen het kennen of er al ooit geweest zijn. 1200 kilometer naartoe gereden, recht door de bergen. Het podium ligt aan een bergflank. Daar ligt een rivier vlakbij. Prachtig landschap. Het was 38 graden. Ik dacht, dit wordt het beste optreden aller tijden. We bestormen met een band het podium. Ik spring bovenop de monitors en ik roep... Slovenia, are you ready? En ik hoor... Hey. 50 Belgen. Waarvan twee met een spandoek... Antwerpen is parking. True story. Bleken twee West-Vlamingen te zijn. Ja, gestoord volk, man. 1200 kilometer rijden puur om tegen mij te komen zeggen... Hey, Antwerpenaar, al wat je zegt, ben jezelf. Fuck you. Respect. Dedication, dames en heren. Dedication. We hebben ook veel in het voormalige Oostblok gespeeld. Hè? Hongarije, de zatste mensen die ik al ooit in mijn leven heb gezien. Alcoholisme op een totaal ander niveau. Ik heb daar een gast zien staan tijdens de show waar ik van dacht... Ik weet niet wat jou overeind houdt, maar het is niet de zwaartekracht. Je stond letterlijk zo te kijken. En die zijn pint bleef waterpas. Die bewoog zelfs rond, die pint ging nergens naartoe. Dat was een genie. Hè? De uitvinder van de Segway. Dat was niet normaal, die zijn evenwicht. Hè? Het zijn ook allemaal beren, hè, man. Gasten in het Oostblok. Allemaal vierkant haar, vierkante koppen. Zo. Van die camouflage broeken die kloppen op u, maar die bedoelen dat goed. Hè? Ruig volk. Ik stond na de show in Hongarije aan de t-shirtenstand. En er kwam een beer van een kerel op mij afgewandeld. Die kijkt naar mij en die zegt... You. I like you. I like your band. My name is Zoltan. You drink with me. Ik stond er zo... Ik zeg, okay, Zoltan, what do we drink? Beer? En die... No, we drink this. En die haalt een ijzeren heupfles boven. Ik zeg, what's that? I made it myself. Dat's nooit goed. Ik zeg, what's it called? En dit verzin ik niet. What's it called? It is called Baratsk. Ik zeg, what? Baratsk. Ik dacht, dat is gewoon Kazachstaans mannenbal, zweet dat de fluoriserend groene string gevrongen. Jankse meis, dat komt niet goed. You drink. En ik durfde niet anders. Dus ik dronk. En ik was blij dat ik mijn zonnebril nog op had. Want ik heb er ineens een witte stok en een hond bijgepakt. Bij de tweede slok zei je 100.000 van mijn hersencellen... Wij zijn ermee weg en wij komen nooit meer terug. Tada! Bij de derde slok sprak ik vloeiend Hongaars. En van de vierde slok herinner ik me niet veel meer. Maar ik werd de volgende morgen wakker met sier in mijn gat. Dus het zal wel een feestje geweest zijn. En aan de trottoirafdruk op mijn linkerwang te zien... was ik de receiver en niet de giver van het feest. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Dat en een week lang schrik om te niezen. Toptijden waren dat. Wat ik wel merkte in mijn reizen door het voormalige Oostblok... is dat ze het daar niet zo nauw nemen met politieke correctheid. Daar zijn ze niet echt mee bezig in die landen. Als wij onszelf al politiek incorrect vinden of godbetert racistisch, wij hebben geen idee, dames en heren. Wat wij in dit land racisme noemen, noemen ze in pakweg Roemenië woensdag namiddag. Dat is een totaal ander niveau. Ik zag in Roemenië op een metalshow een gast rondlopen met een t-shirt. En ik moet toegeven, ik moest er heel hard om lachen, want het is wel mijn soort humor. Maar ik vrees dat hem het een beetje meende. Het is een t-shirt waar zelfs ik niet mee wegkom in dit land. Er stond in het groot op... What about all the good things Hitler did? I have to admit, that tickled my funny bone. Ja, ik moest daar heel hard mee lachen. Ik moest er ook over nadenken. Dat is een shirt waar je over gaat nadenken. What about all the good things Hitler did? Nu, toegegeven, hij was niet perfect. Hij had wel zijn foutjes, hè, de Adolf. Maar hij heeft ons ook veel goede dingen gegeven. En vooraleer je nu allemaal op uw achterste poten gaat staan... veel van de dingen die we van Hitler gekregen hebben... gebruiken we tot op de dag van vandaag nog steeds. En wie was de ontwerper van de nazi-uniformen?
Bos, Hugo Bos. Iedereen weet dat. Op heel de tour dat ik die vraag stel, meteen het antwoord Hugo Bos. We weten dat allemaal. De ontwerper van de nazi-uniformen, dames en heren. En toch dragen we die zijn kleren nog altijd. Terwijl je zou denken, als dat op uw cv stond, dat de toekomst toch een beetje moeilijk wordt. En wie waren uw vorige klanten? De nazi's. Huh? We bellen nog wel. Niet zo bij Hugo Bos. Hè? Maar ja, kwaliteit, hè. Schoon kostuum, hè. Die in de Tweede Wereldoorlog. Hoe erg was dat nu eigenlijk ook echt? Een hoop aanstellerij, als je het mij vraagt. Een mooi kostuum mag vriendschappen kosten, zeg ik altijd. En je kunt over Hugo Boss zeggen wat je wilt, maar de nazi-uniformen, misschien wel de mooist ontworpen militaire uniformen aller tijden. En zeker de SS-uniformen, die zwarte met die pofbroek en die hoge laarzen, die kepie met die doodskop, die zwarte leren vest, dat zag er fantastisch uit. Hoe zelfs de Joden moeten in die tijd gedacht hebben. My God, look at those uniforms, that is beautiful. If we are going to be raped, tortured and murdered by anyone, I'm glad they look as good as those guys over there. Because you have to say that is simply magnificent. I can't take my eyes off them. I'm not too happy with our designer, the pajama look here. I'm not liking this very much. With the stripes and the yellow star that clashes with my eyes, the pants that make my ass look like a dinosaur. It's horrible. Everyone in the camp, let's protest. We want the same design that the Germans have. We want Hugo. Sing with me. We want Hugo. We want Hugo. Havana, Gila, Havana. Zo is het ongetwijfeld gegaan. De Holocaust, een groter feest dan we eerst hadden vermoed. Zo, klacht nummer 375 van de Joodse gemeenschap in de pocket. Yes. Dank u wel. Dank u. We moeten het volk geven wat ze willen, zeg ik altijd. Hè? Zonder mij, wat zou Michael Freilich nog doen met zijn tijd? Hè? Elke show die ik gegeven heb, heb ik altijd een klacht gehad van Joods Actueel. Elke keer terug opnieuw. Dus ik denk, zolang dat jij het blijft volhouden, blijf ik het ook volhouden. We zullen zien wie het langste leeft. Hè? Ik weet dat niet. Hij is misschien ouder of jonger. Ik heb geen idee. Nee, die foute ideeën zitten in uw eigen kop. Come on, man. Hallo, dat heb ik niet gezegd. Hè? En trouwens, ik weet niet waarom die altijd zo boos op mij is. Ik bedoel, de laatste keer dat Joodse volk zoveel aandacht kreeg van één individu, was het een Oostenrijker. En daar viel een pak harder tegen. Hè? Dus stop maar met zeiken, man. Trouwens, hoe fout moet uw verleden zijn vooraleer we stoppen met uw spullen te kopen? Nee, welke reclame moeten we zien van Hugo Boss vooraleer we zeggen, nu is het officieel genoeg geweest, Hugo? Holocaust, a new fragrance by Hugo. Zou dat genoeg zijn? Waarschijnlijk niet, we zouden het nog dragen. Wat heb je aan? Holocaust van Hugo. Amai, dat riekt goed. Ik dacht, ik rook al verbrand haar en gouden tanden. Zeg, maar jij riekt ook goed. Wat heb jij aan? De speciale editie, Zyklon B. Oh, cool. Zyklon B, It's a Gas, by Hugo. It's a gas, gas, gas. Zo, dat was de carrière van de Rolling Stones samengevat in 2 seconden tijd. Hoeven jullie niet meer te gaan kijken als ze nog langskomen. Heeft u weer €190 uitgespaard? Het is graag gedaan. Wat hebben we nog gekregen van de Adolf buiten Hugo Boss? De autobaan. De autobaan, geïnspireerd op de oude heirbanen van het Romeinse Rijk. Het verbinden van de veroverde territoria, zodat je sneller legers kunt verplaatsen, zodat alles binnen het Rijk een beetje bereikbaarder wordt. Hè? En wij gebruiken hem nog elke dag. Hè? De autobaan, de autosnelweg. Ik gebruik hem toch elke dag. Allee, gebruik, hè. Kom uit Antwerpen, hè. Dat is gewoon de ring op. Ah, zo, dat was het weer al voor vandaag. Vier pinkers op, 8 uur later de volgende afrit terug naar huis, kapot gestresseerd. Mijn vrouw, en hoe was uw dag? Ik was bijna in Borgerhout. Bijna. Somewhere over the rainbow. Dan word ik al niet zot van dat verkeer. Man, ik word er gestoord van. En het is over heel Vlaanderen vreselijk. Antwerpen ook verschrikkelijk, man. En overal werken.
En als de werken voorbij zijn, is de verkeerssituatie zonder enige uitzondering meer kut dan het was toen ze eraan begonnen. Doel, wat voor probleem heeft onze overheid met twee baanvakken naast elkaar? Wat is dat probleem? Dat gaat nog iets worden uit mythen, sagen en legenden. Vroeger komt je rijden in de auto en als je naast u keek, reed er een andere auto. En die reed voorwaar in dezelfde richting. Nee, grootvader, nee, dat zijn mythes, dat is nooit geweest. Man. Wat is dat met dat fucking smal baanvak? Alles wordt één baanvak, dus we staan overal in de file. Het maakt niet meer uit waar we nog naartoe moeten. En het duurt minstens 3 kwartier voordat je er bent. Ja, dat is om het verkeer te ontmoedigen naar de stad toe, zodat meer mensen de fiets gaan pakken. En pakt de Gollemier de fiets? Tuurlijk niet, wij zijn geen Hollanders. Wij pakken de fiets niet, wij zijn Belgen, wij nemen de auto. Nou, waar gaan we vandaag? Wow, naar de supermarkt. Waar is dat? De hoek van de straat, een auto, hè? Geen gezaak, come on, hè? Maar ik kon ze niet hebben, hè? En hoe smaller de baanvakken worden, hoe breder onze auto's. He? Iedereen rijdt tegenwoordig in zo'n tank rond, in zo'n BMW X6. Want stel je voor dat je een bocht in één keer kunt pakken. Ja, ik ben hier wel aan het draaien. He. Een klein beetje geduld, alstublieft. En dan doet het ook mogelijk om de binnenkant van de auto... 37 sensoren en 2 camera's en ze kunnen nog voor geen kloten rijden. En dan staan we daar allemaal. Een hele dag lang aan te schuiven, een hele dag lang. Beter voor het milieu. En als je naast u kijkt door het raam, kunt je kijken naar een 29 meter breed fietspad. Hè, waar een keer om de 2 uur een oude vent met een hond in een mandje traag komt voorbij gereden. Terwijl ze u aanstaren. Of nog erger, zo van die mensen die in een karretje rondrijden. Maar niet omdat die een of ander lichamelijk gebrek hebben. Maar omdat die gewoon te lui en te vet geworden zijn om nog te wandelen. Doe niet foos, je weet wie dat ik bedoel. Je hebt ze allemaal al gezien. Hè? Meestal nog aan het eten terwijl ze op dat karretje zitten. Dat ik denk, ja, tuurlijk, prop dat er ook nog bij. Hè? Zo dadelijk vallen de wielen eraf, je fat fuck. Ja? Wat denk je dat je die joggingbroek misschien eens gebruikt om te joggen... in plaats van om de rekker uit te testen op zijn maximum rijkwijdte? Waanzin! Als die mensen inademen, voel ik de lucht rondom mij ijl worden. Dat is zo... zuurstofstelers. Elke dag in de file op de Antwerpse ring. Tijdens heel mijn tour moest ik overal een uur bijtellen om gewoon Antwerpen uit te rijden. En het had niet zo hoeven zijn, dames en heren. 10 jaar geleden was de oplossing voorhanden. De plannen lagen klaar, de steekpenningen waren betaald. De Oosterweelverbinding was ready to go. Antwerpen zou een brug gehad hebben die eruit zag als de Erasmusbrug in Rotterdam. Het zou prachtig geweest zijn. Maar toen kwam ademloos. En onze politieke windvaan, Patrick Janssens, die toen de burgemeester was, dacht, oei, 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 mijn populariteit gaat misschien achteruit als ik een beslissing neem voor de brug. Maar ik wil ook geen beslissing nemen tegen, want dat kost mij misschien stemmen. Ah, ik weet wat ik ga doen. Ik ga het volk laten beslissen. Met een referendum. Dat is altijd een goed idee, hè, dames en heren. Laat het volk beslissen. Vraag het om de Britten. Een goed plan dat was. Laat het volk beslissen. Yes, we're going to let the people decide whether we leave the EU or not. Then we're not going to win. We're going to have about 49%. But then we can use it as leverage to get our way. And have all the taxes in our way. And then do all... The EU is going to have to listen to us because we're going to threaten to leave. And we won. What? We won. We're leaving. We're leaving? Where are we going? Nobody knows. Laat het volk beslissen. Wat een geweldig plan, dames en heren. Die gast die op de voetbal... roept, die stemdoek, hè. Ik geef het maar mee. Die stemdoek. En zijn stem is evenveel waard als de jouwe, hè. Dus de brug werd weggestemd, dames en heren. Geen brug. En toen kwam er een tunnel, het Meccano-tracé. Een tunnel die ze zo diep gegraven hebben... dat we hem nooit nog teruggevonden hebben. Heel af en toe zien we nog een konijn voorbij lopen met een zakhorloge. Te laat, te laat, te laat.
En nu wachten we op Ringland. Ringland, het overkappen van de Antwerpse ring. En dat gaat prachtig zijn, dames en heren. Met parken en gras overal. En eenhoorns en kabouters en paddenstoelen waar muziek uitkomt. Dat gaat geweldig zijn. Als ze dat kutting ooit bouwen, elk jaar terug een vergadering in de Roma. Ja, we gaan de plannen nog eens een beetje overlopen. Zijn nog niet zeker of dat dan eigenlijk gaat lukken. Ik weet eigenlijk niet of dat kan lukken. Tegen dat ze dat ding beginnen te bouwen, kunnen ze maar erop begraven, man. Dan eis ik wel een gigantisch standbeeld van mezelf met een reuze erectie, met daaronder Lord of the Ringland. Er wordt mij verteld dat ik mij al eens te druk maak in het verkeer. Ik hoorde het onlangs nog, ik was op een kinderfeestje. Een verjaardagsfeestje van een klasgenootje van mijn dochter. Ik moest die er naartoe brengen. Ik stond daar tussen de mama's en de papa's, hè, gezellig te keuvelen. Allee, gezellig keuvelen. Ik was gewoon aan het zagen over het verkeer. Een van die mama's tegen mij. Ja, maar Alex, je moet je eigen niet zo druk maken in het verkeer. Want binnen een aantal jaar zal het fileprobleem opgelost zijn. Ik dacht, wat weet jij dat ik niet weet? Zijn ze aan Ringland begonnen? Nee, Alex, het is niet Ringland. Het is een nieuw soort technologie. Het staat nog niet helemaal op punt. Maar ze hebben nu technologie voor zelfrijdende auto's. Auto's die zichzelf gaan besturen. En binnen een aantal jaar gaan we die allemaal hebben. Dat gaat verplicht worden, want die zijn veel veiliger. Die hebben een snelheidsbegrenzer. Die zijn ook veel ecologischer. Gaan automatisch een veilige afstand van elkaar houden door middel van sensoren. Gaan elkaar ook automatisch laten invoegen. Dus er gaat niet meer zo asociaal gereden worden als nu. De doorstroming van het verkeer gaat enorm verbeteren, want we kunnen een constante rijsnelheid aanhouden. En files zullen langzaam, maar zeker iets uit het verleden worden. Ik dacht, wauw. Alleen één vraag. Gaan we de verantwoordelijkheid voor de besturing van een voertuig van pakweg 2,5 ton... gaan we die verantwoordelijkheid echt overlaten aan dat voertuig zelf? Gaan we dat uit handen geven? Vinden jullie dat zo plausibel? Vinden dat goed? Vinden dat een goede... Vertrouwen jullie technologie zo hard? Ja, bedoel, ik heb thuis een toaster. Die heeft ook een knop, hè? Met 5 standen, zegt hij tegen mij. Maar het zijn er eigenlijk maar 2. Slap brood of zwart geblakerd in de fik. Het moment dat ik mijn rug draai, heel mijn keuken inbrandt. Mijn computer zegt soms ook vreemde dingen. Vind printer niet. Die staat daar. Die staat altijd daar. Je ziet hem toch staan. Ik heb geen zin in een auto die het tegen mij zegt, waar is de snelweg? Waar is de snelweg? Vind snelweg niet. Ik ben een dromedaris met een pauwestaart. Een dromedaris met een pauwestaart. Ben terug naar een auto. Alles onder controle. Geen probleem. Dromedaris. Auto. Waar is de snelweg? Have you tried switching it on and off again? Nee, liever niet eigenlijk tegen 140 per uur. Wel, kom aan, Arenberg. Geef mij 1 voordeel van een zelfrijdende auto. 1. Kom aan. Wat dan? Je kunt dus schminken. Oh my god. Alsof dat golle dat na niet al doet. Oh, pardon. Viel nog mee, 5 brievenbussen en de buurvrouw. Hè? Je kunt dus schminken, come on, the obvious one. Zat naar huis, tuurlijk. Ja, seks in de auto, hoe druk je seks in de auto? Kunnen elkaar voorbij rijden, zo. Oh, ga je ook? All right. High five, deurtraam. Yeah! Trio in de auto. Wow! Maar als je met 2 mannen bent, er zit een vrouw tussen en je maakt oogcontact, moet je high five. Dat is een gouden regel. Hè? Niet borst tegen elkaar, want dan breekt die er een rug. Dat is niet zo. Dat heb ik van horen zeggen. En uiteraard drinken in de auto. Ja, tuurlijk dat. Hè. Want als je nu... trouwens, voor de jongere mensen in alle zalen... Niet drinken en rijden, wees verantwoordelijk. Voor de oudere mensen in alle zalen, doen we dat gewild. We zijn met de vuil. Serieus. Ik bedoel, we zijn al jaren jullie shit aan het opkuisen. Het is tijd om te gaan. We hebben meer parkeerplek nodig. Kom aan. Hop, hop, hop.
Maar als je, we hebben het allemaal misschien al eens gedaan, zo een klein beetje te veel gedronken en dan toch in de auto stappen, zo'n beetje kantje boordje, maar oh, kom, het lukt nog wel. Als we dan tegengehouden worden door een politieagent, oh, die Oscar-winning performance, die wij dan weggeven wanneer we ondervraagd worden door die agenten. Goedenavond, meneer. En heeft u gedronken vanavond? Twee pintjes, maar dat is al even geleden. Zo. Terwijl binnen een aantal jaar, als we een zelfrijdende auto hebben... Man, je moet niet meer doen alsof dat je nuchter bent als je tegenhoudt. Je kunt gewoon de deur opengooien, uit de auto vallen. Hallo! Hallo, meneer de police. Hallo! Kim Kaka gedaan. Wow, mag je nou... Los over je schoenen. Het is, meneer de politie, remmen een auto weer niet goed. Je weet hoe dat hem rijdt, dat je gezopen hebt, hè. Politieman. Politieman. It was I who shot the sheriff. Politieman. En die moeten nu gewoon laten doorrijden, ook. Het is goed, stap maar in. Oh, kunnen ze het gezellig? Ja, kom je niet, ik zie dat eigenlijk. Oeh, overschot. Oeh. Nou, ik kan niet wachten op de dag, dames en heren. Maar kom aan, rijden met een auto is toch een hele verantwoordelijkheid. En het menselijke aspect is toch heel belangrijk. Ja, want je beslist over levens. Je moet heel alert zijn als je in een auto rijdt. Dat is toch een hele verantwoordelijkheid. Gaan we dat gewoon aan een auto overlaten? Doe gevormd ook waardeoordelen. En nu, even voor de duidelijkheid, ik rem voor ieder levend wezen. Maar in een moeilijke verkeerssituatie maak ik wel een onderscheid tussen een kind en een konijn. Waar, gollen niet? Doel, als je weet, als ik nu rem, dan veroorzaak ik een vreselijk accident en het is een konijn, dan denk ik, bah, misschien in een volgend leven, Bugs, sorry. Terwijl ik zal in alle omstandigheden remmen voor een kind. Hè? Altijd. Tenzij dat etterke van de buren is. Maar je moet niet dood, hè. Gewoon een knieken meepakken langs de zijkant als genoeg. Even rap, hè. Dat hij voor de rest van zijn leven al maar denkt als het koud is. Motherfucker, jongen. Fuck you, kut, kom mee. Philippe Geubels is beter. Fuck you. Ben ik al lang tevreden. Maar gaan we verwachten van een auto dat hij datzelfde soort waardeoordelen vormt? Gaan we dat verwachten? Gaat die een auto het verschil zien tussen een kind en een konijn? Gaat die remmen voor alle twee, voor geen één van de twee? He? Wie weet het, kom, we maken het nog moeilijker. Een kind in een konijnenpak. Dat is nog de kloter, hè? Auto, je hebt een kind omvergereden. Voorwerp werd niet herkend als mens. Maar het is carnaval. Carnaval is voor debielen. Goeie punt, daar kan ik niks tegen inbrengen of zo. 1-0 voor jou, auto. Touché. En het belangrijkste van allemaal, het morele aspect van onze beslissingen. Dat kunnen we toch niet overlaten aan een auto. Ik zal een voorbeeld schetsen. Hè. Hypothetische situatie. Vrachtwagenchauffeur verliest controle over zijn voertuig. De vrachtwagen komt recht op uw auto afgedenderd. Jij hebt twee keuzes op dat moment. Ofwel een frontale botsing met die vrachtwagen met waarschijnlijk de dood tot gevolg. Of je wijkt uit om uw eigen leven te redden, maar je rijdt een vrouw en een kind omver. Nu, ik hoop dat niemand van ons ooit voor zo'n vreselijke keuze komt te staan. Maar mocht het mij overkomen, dan hoop ik ook wel dat op dat moment het nobelste in mezelf naar boven komt en dat ik beslis om mijn leven op te offeren voor die vrouw en dat kind. Vaarwel, vrouw en kind. Leef voor mij. Leef alsof iedere dag je laatste is. Carpe diem, maak al uw dromen waar. Oh, vrachtwagen, hopelijk doet je mij niet te veel pijn voor ik ga. En hopelijk valt het hiernamaals een beetje mee. Ook al geloof ik niet, zou het te laat zijn om mij te bekeren? Waarschijnlijk wel. Fuck. 9 van de 10, 2 seconden voor ik die vrachtwagen raak. Ah, fuck it. Maar je weet het niet. Je weet het niet. En dat is een beslissing gebaseerd op een menselijk aspect. Misschien wel het meest menselijke instinct van ze allemaal. Overlevingsdrang. Dat kan ik nog begrijpen.
Maar dat kunnen we toch niet verwachten van een auto? He, koude, kille, artificiële intelligentie. Want het zou wel de bedoeling zijn dat de auto voor zichzelf gaat denken. Dat die beslissingen gaat maken. Maar dat blijft, er is niks menselijk aan. Dat blijft gewoon kansberekening voor zo'n ding. Vrachtwagen, totaalgewicht 18 ton, kans op per totaal 90%. Vrouw en kind, totaalgewicht 89 kilo, kans op deuk in bumper 90%. Dat zal het dan wel worden. Maar auto, je hebt een vrouw en een kind omvergereden. Er zijn mensen genoeg. En dat waren bruine mensen, dat telt niet. Wat? Vreemd applaus, dames en heren. Vreemd, je voelt het, hè. En het is omdat je weet dat de mensen in de cinema aan het meezien zijn dat je wagen niet lot kennen, hè. Ik voel het al, man. Vorige week heb ik hetzelfde gezegd in de Stadsschouwburg. We gingen meteen Vlaamse leeuwvlaggen naar omhoog. De helft van de zaal marcheerde de zaal uit. Boom, 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 boom. Er ontstond een spontaan feest op de Grote Markt. Onze burgemeester pinkte een traan weg. Het was prachtig. Ik kwam er zelfs een om mij na de show, die het echt gebeurt in de Stadsschouwburg, die zei... Zeg, hij is een racistische auto, waar koopte dat? De nieuwe Audi SS. En hij marcheert dicht, hè, met een Marokkaanse beur waar we instappen. Je duidt dat daar niet appen, hè. Je duidt dat niet appen, hè. Jij komt er niet in. Vol is vol. Ze zouden er in de westerse wereld nog met rijen voor staan aanschuiven, denk ik. Zeker in de tijden waarin we nu leven. Een auto met artificiële intelligentie. Een auto die voor zichzelf gaat denken. Die een eigen persoonlijkheid gaat ontwikkelen. Dat komt toch nooit goed. Met mijn geluk wordt mijn auto dan nog een vrouw waar ik ruzie mee heb. Stap ik in de auto, breng mij naar de Arenberg Schouwburg. Ah, gaan we vandaag wel tegen mij praten, of wat? Wat heb ik nu weer al gedaan? Je kon gisteren uw handen niet van die slet afhouden die naast u zat. Je hebt geen woord tegen mij gezegd. Maar dat is mijn vrouw. Ga ze in een auto. Jij snapt mij niet. Ga maar te voet. Trouwens, even informatief. Wie van de mannen in de zaal? Ik wil het gewoon even weten. Zet ze een GPS op een vrouwenstem? Wie doet dat? Ik doe dat. Kom, steek uw hand op. Wie? Mensen boven? Kom aan, steek uw hand op. Wie van de mannen heeft hem op een vrouwenstem staan en is te lui om hem te vervangen? Kom, hup. Allemaal. Ja, daar zijn we dan. Cool. Oké, wie van de mannen zit hem op een mannenstem? Wie doet dat? Jij? Alright. En waarom? Gewoon. Dat is niet echt een heel goed antwoord, hè. Nee, waarom doe je dat? Gewoon, hij stond zo en je hebt hem zo gelaten. Dat was het. Pure luiheid. Hè? Ach ja. In Mol kreeg ik een geweldig antwoord. Zeg, wie van de mannen zet hem op een mannenstem? Stak er een direct zijn hand op. Ikke. Zeg, waarom? Wij verkennen de weg niet. Terwijl ik moet toegeven, ik heb het eigenlijk moeilijk met een mannenstem op een GPS. En een vriend van mij heeft dat. En ik erger mij er altijd een beetje aan. Zo'n mannenstem die zegt wat je moet doen in de auto. Sla hier rechtsaf. Zag ik wel beslissen, hè. Ja, tegen mij zeggen hoe dat ik moet rijden in mijn eigen auto. Hè? Sla hier rechtsaf, zak ik alsjeblieft rechtsaf slaan. Terwijl mijn primitieve mannenbrein is al millennia lang geconditioneerd om klakkeloos de orders van een vrouwenstem op te volgen. Sla hier rechtsaf. Ik zal het maar doen, anders is het weer een week niet poepen en gezaagd. En ik vroeg het aan die vrouw op dat kinderfeest. En ik zeg, oké, zelfrijdende auto's. Maar hoe werkt dat? Hoe werkt die technologie? En ze zegt, wel, Alex, dat werkt op spraaktechnologie. En je stapt in de auto, je zegt luid op uw bestemming. En de auto rijdt u daar vanzelf naartoe. Ik dacht, ha, dan werkt die technologie dus niet in West-Vlaanderen. Hulle hem! Breng me in orde! Stem werd niet herkend als mens. Godverdomme. Slechts een aankoop aller tijden, kutbak. Wanneer meer vooruit moeten duwen, hè.
mijn stem niet herkent. Rebecca, schatje, kom eens even helpen duwen. Noto, je mijn stem weer niet herkent. Het is me nog dat kloot. Nee, we moeten duwen, niet. Rebecca, schatje, kom dus even helpen duwen. Waarom moet ik helpen duwen? Niet Zagreb. Bestemming is Zagreb. Nee! En het beste wat die vrouw tegen mij zei, het beste van allemaal, was je gaat nooit nog op zoek moeten gaan naar parkeerplek, Alex. Want die auto zet u thuis af om vervolgens zelf een parkeerplek te gaan zoeken. Ik dacht... ongelooflijk. Alleen de volgende morgen, als je moet gaan werken... We rijden hem zijn eigen godverdomme weer al gezet. Komt al uw buren tegen. De gaan me een auto gezien. Ik loop hier al 2 dagen rond, man. Peter, de gaan me een auto gezien. Ik heb een jaar loopbaan onderbreking genomen. Ik zie mijn kinderen niet meer. Waar is mijn Audi S6? Waar? Ene West-Vlaming. Zeg, mannen, Zagreb, is dat nou daar? Stel dat het waarheid wordt. Hè? Dat we binnen een aantal jaar rondrijden in een zelfrijdende auto. Je moet niks meer doen. Je moet geen rekening meer houden met het verkeer. Gewoon instappen, je zegt uw bestemming. Die auto rijdt u daar naartoe, zet u af, gaat zichzelf parkeren. Hebben we dan nog ramen nodig in de auto? Moeten we nog naar buiten kunnen kijken? Wat denkt u? Ja, ja, en waarom? Roep maar, waarom? Voor die een high five. Oh, genekt door mijn eigen mop. Bangelijk. Bangelijk. Ja, dan schot dat niet al. Ik zeg dat. Dat gaat nergens in, hè? Dan kun je ook niet zien dat een ander aan het poepen is, ook niet, hè? Dat voor lol is er nog aan dat je zo kunt rijden dat niemand het kan zien. Goeie punt, man. Goeie punt. Godverdomme toch, hè? Ik heb nog een paar goede antwoorden gehad. Dat is eigenlijk het beste antwoord van allemaal op de allerlaatste dag van de tour. Dus way to go, buddy. Goed gedaan. Fantastisch. I salute you, my friend. Oh, man. Ik kreeg er wel een goeie in Hasselt. Er werd iemand kwaad op mij. Die zei, ja, uiteraard heb je ramen nodig in je auto. Je moet toch naar buiten kunnen kijken. Als er een accident gebeurd is, kun je mensen gaan helpen. Denk toch niet alleen maar aan jezelf, Alex. Ik stond er zo... Sorry. Dat is te mijn moppetjes, hè. Oh. En nog een van de waanzinnigste antwoorden. Het tweede beste antwoord kwam van een Nederlander op de eerste rij. Ik verzin dit niet. Dat kun je niet verzinnen. Die heeft letterlijk tegen mij gezegd... Ja, tuurlijk heb je ramen nodig. Als je moet poepen, moet de lucht toch weg kunnen. Is dat de gewoonte in Nederland? Gebeurt dat daar meer? Lieverd, gaat het? Nee, ik moet ontzettend hard schijten. Moeten we even stoppen? Nee, ik ga het gewoon laten lopen. Maar zet wel het raam even open, want de lucht moet buiten kunnen. Wat een gestoord volk, man. Dat die dam maar snel breekt, dan zijn we er vanaf. Ach, die gaan niet dood. Die zijn allemaal 2,20 meter. Dat is gewoon... Nou, het staat hier een beetje nat. Hè. Ik doe Nederlanders altijd zo. Nou, weet je wel. Hè. Iemand in Nederland sprak mij erop aan in de zaal. Hij zei, hij zou praten, wij helemaal niet. Ik zou zeggen dat ik met mijn mond vol tanden stond, maar dat deed hij al voor mij. Oké, ramen in de auto, toegegeven, we gaan ze misschien nog wel nodig hebben. Maar ik stel wel voor dat als we zelfrijdende auto's gaan hebben, dat er dan toch minstens een functie in zit, dat je de ramen in je auto tijdelijk kunt vervangen door een scherm. Je kunt misschien je eigen landschap kiezen om door te rijden. Als je altijd dezelfde saaie weg moet pakken of je staat altijd in de file op weg naar je werk, iedere ochtend. Of dat je kunt bezighouden met nuttigere dingen. Je mails checken, Facebook, Twitter, you, porn. Daar zit ik nog steeds het meeste op als ik op internet zit. Bijna 44 jaar, dames en heren. En mijn pornoverslaving is er niet op gebeterd. Het is alleen maar zieliger geworden.
Ik heb mezelf een tijdje geleden betrapt bij het masturberen. Nou, dat is nu niet dat ik er zo stond. Oh, wat zit ik hier aan het doen? En in de supermarkt. Hallo allemaal. Hey, sorry. Zou mijn kop nog eens vergeten als hem niet vast stond. Zo, dat was het niet. Nee, ik had mijn iPad op de tafel gezet, YouPorn opgezet. En ik begon er al. Ik was alleen thuis, trouwens. Het is niet van zet de kinderen maar in de zetel, papa gaat zich amuseren. Ik ben niet katholiek. Ja, ja. Ah, said it. Maar, dus ik had een filmpje op YouPorn, een iPad op de salontafel. Ik begon mijn eigen goed af te jassen. Dat is een goed woord, hè? Wagen af, jassen. Je kunt het u ook zo meteen visueel voorstellen. Jasje aan, jasje uit. Jasje aan, jasje uit. Hè. Moeilijk voor Joden en moslims. De jas gaat niet aan. Komt ervan als je denkt dat je het beter weet dan God. Ja, wat denken die? Dat God bij het creëren van de man even in slaap gevallen was? Wat? Oh, te veel vel om die peten. Ik verdomme toch, dat overkomt mij ook altijd. Ach, mijn gelovigen vinden er wel wat op. Ja, dan zagen ze eraf met een bottenlepel. Tuurlijk, geweldig plan. Katholieke priesters, en ze passen ook in kleine kindjes. Nou, die gekke katholieke priesters toch, met hun oolijke fratsen. Maar goed, waar was ik? Ik was mijn eigen aan het afrukken, sorry. Focus. Dus, ik kon ook altijd zo staan dat ik mijn eigen af... Ik weet niet waarom, ik doe dat puur evenwicht. Maximale heupbeweging. Nee, dat ging. Maar goed. Zo gaat deze show nog heel lang duren, ik weet het. Mijn iPad stond klaar, filmpje op YouPorn, ik was mijn eigen aan het afrukken. Ik kijk opzij en ik betrap mezelf ineens onverwacht in de spiegel. Dat al ooit meegemaakt? Zitten hier misschien gasten dat altijd doen? Zo, get het nog, Eddie, get het nog. Dat kan, hè. Ik weet het niet, je doet wat je wilt. Vroeger, toen ik jonger was. Maar goed, ik wijk af. Nee, ik ruk af. Maar... Ik zou ze verkopen aan Geert, maar hij is gestopt. Oh. Oh man, mijn grappen worden gemener met de leeftijd. Maar goed, het is nog zo'n fantastische vent. Maar goed, kom. Dus ik was mijn eigen aan het afrukken. Ik kijk opzij en ik zie mezelf onverwacht in de spiegel. Een vrij ontluisterende ervaring, dames en heren. En ik zag er niet half zo sexy uit als ik dacht dat ik er op dat moment uitzag. Ja, die pyjamabroek op die knieën. Dat grijs schaamhaar, dat zielig piemeltje, dat buksje over die broek, die manboobs, je bril op 6:30. Ik zag eruit als een of andere gore pedofiel. Mijn goesting was ineens over. Als het al niet aan het filmpje lag waar ik naar aan het kijken was, ik kijk ook naar de meest waanzinnige onzin. Onlangs zat ik nog iets te zien. Ik dacht, waar zit je nou aan het zien, Alex? Een lesbische scène. Twee vrouwen, allebei naakt. Eén rechtopstaand met een voorbinddildo om. En die andere vrouw zat op haar knieën die voorbinddildo te pijpen. Ja, mensen die nu in de lach schieten realiseren zich de futiliteit van de hele zaak. Die vrouw stond er ook. Oh my god, suck my cock, suck it. Oh yeah, it feels so good. Die andere op haar knieën. Oh yeah, I'm sucking your cock, it's so hard. Oh my god, come on my face. Dat is een stuk plastic, niemand voelt die niet. Wat zijn er al aan het doen? Steek er dan tenminste een broodrooster tussen. Dan vliegt er nog een verbrand stuk toast uit aan het einde van de rit. Hebben we nog een climax? Man, ik heb al slecht acteren meegemaakt in de slaapkamer, maar dit sloeg alles. Ja, dames, er hebben al vrouwen slecht geacteerd bij mij in de slaapkamer. Een ex-vriendin van mij zei ooit, ik heb mijn laatste orgasme bij u gefaked. Zo, ja, ik heb dat van mij bij u ook. Wat? Wat denken jullie dat jullie daar een patent op hebben, dames? Dat jullie de enige zijn die een orgasme kunnen faken? Mannen kunnen dat ook. Hè? In Mol riep er weer een gast in de zaal. Hoe? En vooral de wanhoop in die zijn stem. Hoe, Alex, zei dat? Hoe doet je dat? Hoe, ik lig meestal te pompen tot ze in slaap valt. Het is een nachtmerrie. Set me free, why don't you pay? Come on, ik ben toch niet de enige man in de zaal die ooit een orgasme heeft gefaked bij een vrouw. Really? Come on. Iedereen zit hier. Vertel het geheim niet, Alex.
Ze weten niet dat wij dat kunnen. Het is niet zo moeilijk, hè, dames, een orgasme faken bij jullie. Gewoon de schouders vastpakken, een klein beetje versnellen. Oh. Oh. Tadaa! Zo moeilijk is dat niet. Wat gaan jullie doen, dames? Checken? Zo beneden dat daar iets uit komt. Zullen we dat... Je kunt erop rekenen dat de eerste keer dat ik dit in een zaal vertelde, dat er meteen een vrouw in de zaal riep: Alex, dat kan niet. Mannen kunnen geen orgasme faken, want jullie ejaculeren bij het klaarkomen. Dus wij zien dat altijd. Niet altijd waar. Een man ejaculeert niet altijd bij het klaarkomen. Hè? Zeker niet als je die een dag al 38 keer hebt afgerukt. De eerste keer, ja, dik smeug, sperma, zo ver het oog reikt. Hè? De tweede keer iets minder, de overschot, maar toch nog een mooie viscositeit. Hè? Bij de derde keer wordt het van dat zielig, doorschijnend vocht dat er zo wat traag uitsijpelt, alsof je prostaat zegt: Oké, maar dat was het beste voor vandaag, hè, vriend. Daarna wordt het alleen maar pijnlijk. Hè? Dan wordt hem rood, dan wordt hem purper, dan komen er brandplekken op, dan komt er lucht en stof uit. Als er bloed uit komt, moet je stoppen. Dat heb ik wederom van horen zeggen. Ik heb het dan toch nog ene keer gedaan, zo'n stuk bot door mijn nagel. Bleek ruggengraat te zijn. Ik meteen naar mijn dochter: kijk, een eenhoorn, kijk even. Een Pokémon die je nog niet hebt. Hè? I wanna be the very best. Gotta catch them all, Pokémon. Pikachu. De leefwereld van mijn dochter. Pokémon, hè? Niet die, dat bot die je Summon them all. En ik kreeg al van die horrorvisioenen van mijn eigen toekomst. Binnen 20 jaar in mijn zelfrijdende auto. Nog wat dikker, nog wat vetziger, wat kaler, wat grijzer. Nog altijd mijn eigen aan het afrukken op YouPorn op mijn scherm in de auto. Bestemming bereikt. Nee, bestemming nog niet bereikt. Nee. Dat scherm. Heel mijn familie voor de notto. Het huwelijk van mijn dochter kreeg een hele andere dimensie. Hallo, lieverd. Papa had beloofd dat hij zou komen. Pathetisch, dames en heren. Pathetisch. I weep for the future. Zo, wat hebben we nog gekregen van de Adolf? Weet het nog? Ja. Buiten Hugo Boss en de autobaan. Wat hebben we nog gekregen? Volkswagen, inderdaad. Volkswagen. Een wagen für das Volk. Een betaalbare auto in tijden van grote crisis. Iedere Duitser kon zich ineens een auto veroorloven om mee op de gloednieuwe autobaan te rijden. En daar heeft Hitler zich heel populair mee gemaakt. Klaarblijkelijk ook een goede auto, want we gebruiken hem tot op de dag van vandaag nog steeds. Volkswagen, das Auto. En ik heb zelf ook een Volkswagen diesel. Die van de Schummel-software. Want Duitsers en schadelijke gasuitstoot, het blijft toch moeilijk. Dankjewel. Ik had bijna verwacht dat de CEO van Volkswagen Duitsland zou gezegd hebben: we hebben dat niet gewusst. Dan was de cirkel rond geweest. Hè. En ik rijd met een Volkswagen Beetle, zo dat sportmodel. Klein bakje, zo, een beetje een loze lot ook. Maar rijdt snel, vinnig auto. Zo. Rare karaktertrekken wel, af en toe. Als ik door de Jodenbuurt rijd, begint dat stuur zo wat tegen te wringen. Begint die GPS ineens op mij te roepen: Joden kapot maken, vergaven, vernichten, verhuizen. Die ruitenwissers. Wow, kalm. Ik kon nog maar net op de valreep een chassidische Jood op een fiets ontwijken. Vloog die portier van die auto vanzelf open. Doe had het team bijna gemist, doe amateur. Sorry, Wilhelm, sorry. Liebst du mich noch? Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich lieb. Yeah.
Zatte notte. Maar misschien was die schadelijke gasuitstoot bij de Volkswagen diesel wel een deel van Hitlers grote endleuzen. Misschien was hij dat al jarenlang van plan. Over the next 80 years, I shall slowly gas the entire planet. En zo lost hij meteen het fileprobleem op. Wat een visionair was dat toch, die Adolf. Ik dacht, hoe ver kan ik gaan in de Arenberg-Schouwburg? Savakkes. Toen ik terug ging beginnen met stand-up comedy, toen ik dat aankondigde, dan moest ik heel veel interviews doen. Hè, met de radio, tv, hè, kranten, journalisten. Hè. En vooral toen ik de titel van mijn nieuwe show aankondigde, Unfinished Business. Mijn god, dames en heren, de journalisten ejaculeerden bijna in hun eigen gezicht. Hè. Wat een prachtige titel, Alex. Unfinished Business. En we begrijpen ook perfect wat je bedoelt. Want 3 jaar geleden keerde jij het stand-up comedy de rug toe om je te gaan concentreren op de muze van de heavy metal muziek. Maar al die gruwelijke situaties in de wereld heb je gewoon terug het podium opgetrokken. Want je hebt er nog een mening over te uiten. Je hebt nog een artistiek ei te leggen. Je bent nog niet klaar met de wereld, Alex. Je hebt nog ongedane zaken. Je hebt nog unfinished business. Ik dacht, boah. Je moet u eigenlijk een beetje meer concentreren op het business gedeelte van de titel. Het geld was op. Vandaar de prijs van de tickets. En heel het Kinepolis-verhaal. Dus dank u wel allemaal. Eerlijk duurt het langst. En ze vroegen aan mij, wat is jouw mening, Alex? Wat is jouw mening over al die vreselijke situaties, die aanslagen, IS, het vluchtelingenprobleem? En ik dacht, wie denkt de golle dat ik zin? Ik ben een overbetaalde clown. Ik ben 2 stappen verwijderd van een rode neus en toeters onder mijn schoenen. En je weet het. Als ik hier het podium was opgewandeld vanavond. Hallo, Arenberg. Minstens de helft van de zaal had gedacht. Ja, dat zat er al aan te komen. Hè? Wat is jouw mening over al die vreselijke situaties in de wereld? Ik dacht, ja, want dat is wat de wereld nodig heeft, dames en heren. Nog een mening. Want er zijn er niet genoeg. Ik heb het gevoel dat mensen hun mening niet meer uiten tegenwoordig. Wij bestaan alleen nog maar uit meningen. Dat is het enige dat wij nog zijn. Wij definiëren heel onze persoonlijkheid met onze mening. Dat is het enige dat nog telt. En laten we al eens beginnen met waar zijn onze meningen op gebaseerd? Hè? Op desinformatie. Hè? De media die ons bepaalde dingen vertelt en andere dingen verzwijgt. Hè? Ronduit liegen soms ook gewoon. Of dingen die zijn het meest verantwoordelijk voor het klimaat van angst waar we nu in leven. Dat is waanzin. Die voeden zich met die angst. Want dat verkoopt kranten. Dat blijft interessant. Mensen lezen graag slecht nieuws. En het wordt er niet beter op. De kloof wordt maar groter, het wordt allemaal maar vreselijker. De wereld wordt verschrikkelijk, we moeten er overal bang van zijn als we de kranten moeten geloven. Maar de helft van de tijd klopt hun informatie niet eens. Want het gaat nu zo snel met de sociale media dat de kranten moeten proberen bij te benen. En soms publiceren die dingen waar ze zelfs niet eens van weten of het eigenlijk waar is. Om de dag daarna het compleet tegenovergestelde te moeten beweren. Een aantal van de beste, het beste voorbeeld misschien wel, de aanrandingen in Keulen. Ik weet niet of je het u nog herinnert. Vrouwen werden bepoteld op een plein in Keulen. En meteen de kranten de volgende dag. Ja, de politie van Keulen heeft ons bevestigd dat de mensen die vrouwen hebben aangerand, dat geen vluchtelingen waren. Het waren geen vluchtelingen, dus geen stress. Hè? Je moet geen schrik hebben van vluchtelingen, die zijn oké. Volgende dag. Het bleken allemaal vluchtelingen te zijn. De politie van Keulen had het verzwegen omdat ze geen racisme wilde aanwakkeren naar de vluchtelingen toe. Maar het zijn vluchtelingen, dus houd ze maar in de gaten, want die zijn niet te vertrouwen. De dag daarop, het waren niet allemaal vluchtelingen. Er zaten er een paar bij, dus houd ze maar mee aan alle oog in de gaten, want je weet nooit wat ze van plan zijn. De dag daarop, we hebben geen idee wie dat was, maar ze zagen bruin. Kunnen we daarmee leven? Is dat een...
En elke keer dat wij zo'n informatie krijgen, beginnen we allemaal op Twitter en Facebook tegen elkaar op te meningen. Hè. In onze discussiecultuur waarin wij leven, dan maken we ons eigen toch ook wijzer, man. We leven in een discussiecultuur. Wij discussiëren niet meer. Wij praten niet meer met elkaar. Wij praten tegen elkaar. Je ziet dat vooral in politieke debatten. Ik heb er zelfs al tussen gezeten, hè, met Bart de Wever en Meirem Almaci tegen elkaar op. Die wachten gewoon tot een andere ademt om dan te beginnen. Ja, het is aan mij. Niemand luistert naar elkaar. Dat mocht allemaal geen kloten uit. Hè. En dan zitten we maar tegen elkaar op te kakelen. Want zeg ook eens eerlijk. Waar weet jij echt veel over? Ja, waar weet jij echt veel over? Ik bedoel, we hebben allemaal iets waar we wel veel over weten. En ik heb het ook over mezelf hier. We hebben ja, een job die je doet, een studie die je gedaan hebt, een interesse die je hebt, een sport die je beoefent of volgt. Je hebt allemaal iets waar je veel over weet. Maar als je ons hoort discussiëren op café of vooral op sociale media, dan weten wij alles over alles. Allemaal tegen elkaar aan het opkakelen en niet aan het luisteren naar wat een ander zegt. En als je het luidst gekakeld hebt, dan denk je dat je gewonnen hebt. Paak, 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 de Brexit. Paak, 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 Erdogan. Paak, paak, de vluchtelingen. Paak, 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 Donald Trump. Paak, 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 en die andere zo. Maar je weet precies over wat dat dan bezig is. U eigen niet laten kennen, hè. Allemaal tegen elkaar roepen aan het kakelen met hetzelfde gedacht in onze kop. Stelt geen moeilijke vragen, want ik weet niet waar ik over bezig ben. Ik heb het maar diagonaal gelezen op Wikipedia en de rest zit ik het me nog aan het trekken. Hè? En dat zijn we allemaal aan het doen. Ons eigen advies maken dat we weten waarover we bezig zijn. Alsof een mening ook alleen maar gebaseerd is op feitenkennis. Hè? Op rationele argumenten. Ik bedoel, een mening is toch ook enorm afhankelijk van stemming, van hoe je voelt. Dat is iets heel emotioneel. Je merkt dat ook op zeker discussies op sociale media. Als je niet in mekaars ogen moet kijken. En als je het dan niet eens bent met iemand, ga je meteen zo gemeen als dat je maar kunt. Ja, dat is een emotionele zaak. Mijn meningen zijn ook heel onderhevig aan mijn stemming. Als ik mij goed voel, ben ik de meest tolerante man op de planeet. Als ik mij slecht voel, heb ik momenten dat zelfs Marc Dutroux tegen mij zou zeggen... Allee, Alex, ne pas si extrem, hè, come on. Denk aan de kinderen. Katholieke priesters doen wij, hoor. Ja, die gekke katholieke priesters toch met hun oorlijke fratsen. Hè? Maar mijn stemming beïnvloedt mijn mening. En mijn stemming is ook heel beïnvloedbaar. Zelfs door de kleinste dingen. Het weer. Het weer, als het goede weer is, dan hou ik van heel de wereld. Als het slecht weer is, een pak minder. De voorbije maanden was het prachtig weer in ons land. Ik liep rond in mijn shortje. Hey, zonnebril, t-shirtje. Ik voelde mij goed. Ik hield van iedereen. Ik zag een jonge moslima bij mij in straat wandelen met haar kindjes. Ik zwaaide naar die kleine mannen en ik deed zo kiekeboe naar de kleinste. Die vrouw herkende mij. Hé, hey, zet jij die komiek? Ik zeg, ja, racist, dank u. Of een auto met 7 jonge Marokkanen die voorbij reed en die riep naar een jonge vrouw. Hé, hey, meisje, meisje, kom maar poepen. Ik dacht, kom op, gasten, poep die maar eens goed. Hey. Want jullie praten tenminste nog tegen vrouwen. Jullie vragen het nog. Wij moeten 38 pinten op hebben vooraleer dat wij iets tegen jullie durven zeggen. Ik zit al heel de avond naar u aan het zien. Terwijl die gasten... Hey. Dus ik wil poepen. Wie wil er nog poepen? Wij willen poepen. Wie heeft er een notto? Rashid en een notto. Abelie Rashid en een notto. We gaan poepen. Fantastisch, dames en heren. Zo zou het moeten zijn. Ja. We kunnen nog heel veel leren van moslims, dames en heren. Nog heel veel. Hè? Het goede weer is. Maar dan regent het. Ik voel mij niet goed. Soms morgens op, mijn rug doet pijn. Ik adem in. Die twee katten stonden om uit te kijken van... Volgens mij zit er een muis in die gast. Ik kom beneden aan in de woonkamer. Mijn dochter begint ogenblikkelijk tegen mij te praten. Papa, papa, ik moet u iets vragen. Mijn vrouw ernaast. De koffie is weer allemaal opgedronken. Ik voel mij niet goed. Mijn rug doet pijn, mijn knie doet pijn. Het is buiten aan het gieten. Het is donker, kut weer. Ik ben keislecht gezind. Ik slaag de krant open en ik lees een artikel dat zegt... Moslims in Frankrijk eisen dat alle kwikrestaurants halal worden. En op dat moment loes ik mijn shit. We denken, godverdomme wel, dat is...
Frankrijk is toch geen moslimland? Wij zijn toch ook geen moslimland? Wat is dat? 10% van de bevolking? En die gaan even eisen dat al onze hamburgers halal moeten zijn. Dat wij onze dieren onverdoofd moeten slachten in de richting van Mekka. En dat we geen varkensvlees mogen eten, want die eten dat niet. Ik denk dat die godverdomme wel dat is. Hè? Wat is de volgende stap? Dat we sharia-wet gaan invoegen in de Belgische grondwet. Een voorstel dat al werd gedaan in Groot-Brittannië. Het soort voorstellen dat altijd komt vanuit links-progressieve, politiek correcte hoek, dat ik denk, net jullie zouden godverdomme beter moeten weten. Want wij hebben duizenden jaren moeten strijden voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, min of meer. Hè? Homo's en lesbiennes kunnen trouwen, dat die kinderen kunnen adopteren. En al die geweldige verwezenlijkingen gaan we allemaal overboord gooien, omdat we een klein groepje fanatiekelingen niet willen beledigen. Een groepje dat trouwens de klok vlotjes 1600 jaar wil terugdraaien, zodat we allemaal gezellig met kamelenkak naar elkaar kunnen gaan frisbeeën. Oké, okay? Tot Toronto dan nog, maar van onze hamburgers blaven ze godverdomme met hun poten af. Het zinneke waar ik nog het zotste van werd, was... Er mag geen bacon op de Big Bacon. Geen bacon op de Big Bacon, dat is varkensvlees, dat eten wij niet. Er ligt bacon op de Big Bacon. De clue zit in de naam van de hamburger. Big Bacon, daar ligt bacon op. Dat je die bacon eraf haalt, wat blijft er nog over? Een big, en dat zoek weer niet goed, een holle teker. En vooral dat gebrek aan vertrouwen, man. Daar word ik echt onnozel van. Quick restaurants adverteren hun hamburgers al jarenlang als 100% puur rundvlees. Rund, koe. Nee, niks aan het handje. Dat mogen jullie eten. Ja, maar wij vertrouwen dat niet. Oeh, jullie vertrouwen dat niet. Wij vertrouwen dat niet. We weten niet of dat al rundvlees in zit. Jullie kunnen er ook varkensvlees in draaien om ons te kloten. Ja, tuurlijk, want daar zijn we wel allemaal mee bezig. He? Een hele dag lang lopen we rond welke malle fratsen kunnen we gaan uithalen met de moslims. He? Want dat is na een volk dat zijn eigen nooit rap kwaad mocht. Alsof de westerse wereld alleen maar bezig is met de islam en moslims. We hebben geen levens, we hebben niks anders te doen. We zijn alleen maar met jullie bezig. Ja, oké, tegenwoordig hebben we niet veel keus. Stel dat we eens een week niet over jullie bezig zijn. Dan rijden we weer met een camion 89 man dood. Of je snijdt die eens een kop eraf op YouTube. Of je blaast jezelf op in een luchthaventerminal. Maar we zullen altijd met de islam en moslims moeten bezig zijn. En wat denken jullie dat de respons is van het Westen op die vlaag van terror van de voorbije 2 jaar. Wat is het duivelse plan van de westerse wereld? We zullen eens een beetje varkensvlees door die runsburgers gaan draaien. Daar zullen ze niet van terug hebben, die smerige terroristen. Ze zullen allemaal veranderen in varkens. Varkens! Knor, knor, knor. Zijn er al wat zat? Maar wij weten niet wat voor vlees dat er in die hamburger zit. Wij weten ook niet wat voor vlees dat er in die hamburger zit. Wij eten Bikkie Burgers. Daar heeft godverdomme nog geen vlees neffen gelegen. En wat zijn jullie trouwens aan het zeiken over hamburgers? Jullie pakken altijd een kingfish. Ik heb het wel gezien. Dus neem je kingfish, stik hem in je mond en shut the fuck up. Of pak eens een sla, dan wegen uw kinderen geen 108 kilo. Dat is als ik echt een hele slechte dag heb, dames en heren. Dan regent het pijpensteel. Als het mooi weer is, dan denk ik, ach... Geef de moslims een halalburger in de Kwik, in de McDonald's. Waarom niet? Zou het iemand storen? Mij zou dat niet storen. Geef ze een halalburger. Geef de Joden een kosherburger. Geef de Hindoes een hindenburger. Kunnen we met alle geloofsovertuigingen samen hand in hand onze eigen hamburger gaan eten? Hè? One nation united under a giant hamburger. My God, it shall be beautiful. It is how life should be. Daarna gaan we naar buiten en trappen we mee allemaal een vegetariër in. Hè? Ja, maar dat zijn geen echte mensen. Die doen maar alsof. Hè? Dat is zoals dwergen. Hè? Die doen ook alsof dat ze mensen zijn, maar we weten allemaal dat dat niet waar is. Hè? Ik heb William Boeva ooit naakt gezien die een meet in Taiwan boven zijn gat stond. Dat is het. Ah. Ah ja. Het goede weer is. Huh? Syrië-strijders.
Als het goed weer is, dan denk ik, wat doen wij verkeerd? Hè? Ligt het aan ons? Wij leven in een van de meest welvarende landen op de planeet, met een van de beste sociale systemen. We hebben het letterlijk beter dan 90% van de andere landen op de planeet. En toch wonen er mensen in dit land die zich hier zo ongelukkig voelen, zo uitgesloten, hè, die zich zo slecht voelen hier, zo onwelkom, zo boos zijn, dat die zich gaan bekeren tot de meest radicale vorm van de islam, om dan weg te trekken uit dit land en te gaan vechten in een oorlog waar ze niks mee te maken hebben. Om daar zelfs te gaan sneuvelen. Dan denk ik, wat doen wij verkeerd? Ligt het aan ons? Zijn wij echt zo racistisch? Behandelen we die mensen echt zo slecht? Misschien wel. Ik weet al één ding zeker, we praten er heel weinig mee. Ik heb het dan vooral over mezelf, want ik denk dat dat met heel veel van ons het geval is. En zij ook niet met ons. We hebben een idee over elkaar, maar wij babbelen niet tegen elkaar. Dus dat idee wordt maar versterkt, uiteraard weer door mijn goede vrienden de media, die ons vertellen, ja, die kloof tussen de islam en het Westen wordt maar breder en breder. En misschien is het zo, maar ik weet het niet. We hebben nooit de moeite gedaan om eens echt tegen elkaar te praten. Misschien helpt dat. Misschien kunnen die gasten overtuigen dat het wel de moeite is om hier te wonen, dat die hier wel welkom zijn. Ik hoop dat we het kunnen. Ik hoop dat we tij nog kunnen doen keren, dat we er nog voor kunnen zorgen dat we niet eindigen in die heilige oorlog waar we constant voor gewaarschuwd worden. Ik hoop het vooral voor ons, voor onze toekomst en voor onze kinderen. Dank u. Dank u wel. Dat denk ik dan, dat het goede weer is. Hè? Maar dan regent het. Hè? Mijn rug doet zeer, mijn knie doet zeer, mijn vrouw... En dan lees ik weer zo'n opiniestuk van Yves de Smet, waarin hij zegt... Als we allemaal een beetje toleranter geweest waren voor die jongens, dan zaten ze nu misschien niet in Syrië. En dan denk ik... Oh, is dat zo? Liefdes met salonsocialistische, pretentieuze, ruggengraatloze, slappe vod. Oké, in heel die discussie snap ik één ding niet. Dat is nog nooit gezegd door iemand. Ik begrijp het niet. Dus ik ga even een kleine stelling opperen. Het is niet zo extreem als dat je denkt. Ga even mee. Hè? Kan ik stellen dat als jij wegtrekt uit dit land om te gaan vechten in Syrië... En jij neemt een filmpje op met je iPhone dat je op YouTube zet. Een filmpje waarop te zien is dat jij met een zwaard iemand onthoofd in het midden van de straat, terwijl naast u een andere persoon in een Antwerps accent roept come on, snijd zijn keel over. Kan ik er dan van uitgaan dat er meer mis is in uw kop dan dat jij al eens geweigerd bent om een discotheek of 10? Kan ik daarvan uitgaan? Is dat zo vreemd wat ik nu zeg? Dat discriminatie misschien niet jouw enige probleem is. Hè? Dat dat misschien meer een handig excuus is. En ik weet dat dat iets heel pretentieus is om te zeggen. Hè? Als blanke man in een blanke maatschappij die geen idee heeft wat het is om iedere dag geconfronteerd te worden met racisme naar zijn persoon toe. Ik weet niet wat dat is. Hè? Die gasten, dat moet vreselijk zijn als je dat altijd voelt dat mensen u niet vertrouwen. Maar ik weet wel wat het is om gepest te worden. Ik ben als kind verschrikkelijk gepest op school. Je moet geen sympathie met mij hebben. Ik ben gaan trainen, ik heb karate gedaan. Ik heb er een trap op zijn bek verkocht. Ik ben beroemd geworden. Vrouwen pijpen mij overal. Mijn leven is een feest. Hè? Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. En mijn leven is A-okay. Maar ik heb wel een dieptepunt gekend op school. Dat ik mij helemaal alleen voelde. Compleet depressief. Maar zelfs in het diepste van die dieptepunten had ik nooit een moment dat ik dacht... Nu ga ik de rechter in met een bomgordel. Hey, fuck you allemaal! Dan slaagde een paar stappen over in de kop. Kan ik ervan uitgaan... Dat je dan misschien iemand zei dat gewoon graag andere mensen pijn doet en geloof gebruikt als excuus, zodat je weer niet verantwoordelijkheid moet opnemen voor je eigen daden. Maar je kunt zeggen, het is die onzichtbare man in de lucht die zegt dat ik dat wel of niet moet doen. En zoals godsdienst dat al door de eeuwen heen doet. En nu hebben ze zelfs nog iets beters. Islamic State, IS. De meest succesvolle vorm van franchising sinds McDonald's.
Elke eenzame, gestoorde, vervelende nakel die andere mensen wilt pijn doen, is nu maar de goedkeuring van IS verwijderd van het worden van een heilig strijder. En dat hebben die volgens de media allemaal gedaan. En die terroristen waren zelfs niet heel gelovige moslims. Ze hebben zich gewoon op het laatste moment bekeerd en dan toestemming gevraagd en goedkeuring aan IS voor hun aanslag. Die hebben er nog gebeld. Kunnen er een bellen? Welkom bij de IS-hotline. Voor het goedkeuren van terroristische aanslagen, druk 1. Voor het volgen van onze cursus, hoe onthoofd ik iemand zonder vervelende bloedplekken op mijn mooie witte kaftan te krijgen, druk 2. Hè. Klaarblijkelijk kan het. Hè. En die gasten hebben dat allemaal gedaan. En uiteraard, als je een zelfmoordaanslag gaat plegen en er wordt de volgende dag over uw laatste daad geschreven in de krant, wat lees je dan eigenlijk liever over uzelf? Terroristische aanslag eist 89 levens in Nice of eenzame gek rijdt in op massa met vrachtwagen. Uiteraard klinkt het eerste veel beter, maar het gaat over ego's van eikels. Dat is kutvolk. Dat zijn Mongolen. En jammer maar helaas zorgt dat soort Mongolen ervoor dat onze Mongolen geen onderscheid kunnen maken tussen dat soort Mongolen en gewone moslims. En dat is heel jammer. Dank u wel. En wij maar boos worden toen Amerika ons land een failed state noemde. Failed state, wij denken die godverdomme wel dat wij zijn. Terwijl, wat doen wij met de ouders van de radicale Syrië-strijders? Wat doen wij ermee in dit land? Wij maken er reality celebrities van. Toen als ik met deze show één ding kan bereiken, dames en heren, laat het dan zijn dat dit de allerlaatste seconde is dat er nog aandacht wordt besteed aan Dimitri fucking Bontink. Ja, dank u wel. Dank u wel. Come on, man. Nu heb ik zelfs in de krant gelezen dat Hollywood van plan is om zijn leven te verfilmen. Die hebben een boek geschreven waar niet één waar ding in staat. En nou willen ze gewoon verfilmen. Geeft die een debiel nog meer aandacht, man. Een gast die maar twee dingen verwezenlijkt heeft in heel zijn leven. Hij heeft zijn zoon nooit fatsoenlijk opgevoed. En hij heeft de naam Jeroen nooit leren spellen. Jeroen Bontink. Ook niet echt het scherpste potlood in de doos, hè, de Jeroen. Als die was gaan sneuvelen in Syrië, was het gemiddeld IQ van België waarschijnlijk met 10% gestegen. Hè? Dat hem wat vrienden meepakt, dan gaan we terug omhoog in de wereldranglijst. Hè? Pakt anders heel Deurnen en Merksem mee. Come on, man, op een Gianni meer of minder gaan we ook niet zien. Hè? En nu we toch bezig zijn, Limburg. Iedereen in Assen nu boe! En IS met al hun onzin. Oh, ik word er zot van. Van al die hun... Die terroristen, dat zijn dappere strijders. Dappere strijders die gevallen zijn in de heilige oorlog tegen het goddeloze Westen. Dappere strijders, die hebben niet één dapper ding gedaan. Dat is allemaal het lafste dat ik al ooit in mijn leven gezien heb. Uw eigen opblazen in een luchthaventerminal tussen mensen die met hun koffers klaarstaan om op reis te vertrekken. Met een vrachtwagen inrijden op een massa mensen die naar vuurwerk staan te kijken, waaronder vrouwen en kleine kindjes. Een concertzaal in Parijs binnenwandelen en met machinegeweren mensen neermaaien die met een pintje naar een rockband staan te kijken. Er was er zelfs ene in Pakistan die zichzelf heeft opgeblazen in een pretpark tussen kleine kindjes die zijn enige slachtoffers waren, kleuterkes tussen de 2 en de 5 jaar oud. Ik denk, hoe ga je dat uitleggen aan je imaginaire man in de lucht als je daar bovenaan komt? Die een uitleg wil ik wel eens een keer horen. Oh, die waren klein, maar die waren met veel. Ik was in paniek, de trokken in een lolly. Ik verschoot zo hard, ik heb gedrukt. Sorry, paniek. Come on, man, dan denkt Allah toch ook, ga ze een debiel. Wat is er mis met mijn volgelingen? Ik had altijd gedacht dat de Koran het allerlaatste heilige boek zou zijn. Dat er nooit nog een boek zou moeten verschijnen. Het allerlaatste woord van God, het definitieve woord. Ik kon toch nog een tweede druk naar beneden moeten sturen. Hè? Koran for dummies, want ze snappen er geen hol van. En vooral, dank u. IS met hun dappere strijders. Dappere strijders, fuck you. Handelt met een kebabmes een neo-nazi-meeting binnen. Dan zitten een dappere strijder. Hè? Maak de strijd een beetje gelijk. Hè?
Weinig kans dat je dat overleeft, maar met een beetje geluk pakt er nog wat racistische nitwits mee ook. Dus hey, iedereen wint, dames en heren. Als de eikels elkaar allemaal uitmoorden, hoeven er geen onschuldige mensen te sterven. Een mooiere wereld. Zet al dat fanatiek kutvolk samen op een eiland. Bouw er een muur rond. Zet er camera's op. Geef die wapens. Maak er een wekelijkse uitzending van. Geef ons popcorn en laat het probleem zichzelf oplossen. Hè? En als je dit soort dingen zegt en je meent het echt, dan word je president van de Verenigde Staten van Amerika. Ja. Interesting times, ladies and gentlemen. Ik kan waarschijnlijk 2 paracommando's nodig hebben om mij te beschermen als deze show wordt uitgezonden op tv. Nou, ik wil ook 2 paracommando's. Waarom krijg ik er geen? Bart de Wever heeft elke Joodse instelling in Antwerpen 2 paracommando's gegeven. Voor de deur staan ze dat te bewaken. Waarom krijg ik er geen? Waarom krijgen de Joden er 2 en ik er niet? He? Wij voelen ons bedreigd. Ik voel mij ook bedreigd. Waar zijn mijn 2 paracommando's, Bart? He? Als de Joden er krijgen, moet ik er ook krijgen. Godverdomme, come on, man. 9 sportpaleizen, 1 holocaust. Ik kwam maar 5.850.000 man tekort. Ik was er bijna. Beetje een grimmige sfeer in Antwerpen, hè, tegenwoordig, met al die militaire aanwezigheid. We zijn het al gewend. Hè. Je ziet ze overal lopen, 2 aan 2, met gigantische machinegeweren. Hè, in camouflagekledij. Woe, amai, waar kwam die ineens vandaan? Hè? Die struik kwam tot leven. Jungle camouflage in een stad, really? Ik zou pas onder de indruk zijn van die hun camouflagekleden. Als u een sergeant zou zeggen, Mark, Peter, uw shift zit erop. En dat er zo'n lantaarnpaal in een brievenbus wegwandelt. Oké. Okay. Of zo'n stuk trottoir met een hondendrol erop. Zo, oh, ik dacht dat er geen eind aan die kutdag ging komen. Op naar de kazerne. Zo wandelen paracommando's, dames en heren, dat weten we allemaal. Ik zal ze maar niet uitlachen, want ik kon ze nog nodig hebben. Hm? Want geloof het of niet, dames en heren, er zijn mensen die mijn grappen niet leuk vinden. Hè? Mongolen. Want de meeste mensen kunnen er wel best om lachen. Hè? Want dat is ook zoiets typisch aan die politieke correcte tijden waarin we leven. En daarom heb ik daar zo'n gigantisch probleem mee. Hè? Ik heb het in mijn vorige shows al gezegd. Je geeft het kind een andere naam en dan gaat het doen alsof dat het een ander kind is. Maar je behandelt het eigenlijk op dezelfde manier. Hè? We gaan het woord allochtoon niet meer zeggen. Dat soort onzin. Dat ik denk dat dat helpt ook nooit. Dat is gewoon je eigen een goed gevoel geven terwijl je eigenlijk niks doet. Hè? Dat is het ene probleem met politieke correctheid. Het andere is dat dat ook bestaat uit het gigantisch onderschatten van die mensen. En je mag er geen grappen over maken, want die kunnen daar niet tegen. Dat is het eigenlijk een klein beetje, hè? Ja, de Joden en de moslims met hun cultuurke. Dat is tof, hè? Maar dan mogen we niet meer lachen, want die mensen kunnen er niet tegen. Alsof een Jood alleen maar Jood is. Het enige wat dat is geen mens, dat is zo'n plakkaat. Jood. En lach er niet mee, want dan valt het plakkaat om en dan is de Jood dood. He, dat... Onzin. En ik doe dat zelf ook. Ik word keer op keer geconfronteerd met mijn eigen vooroordelen. Ik stond een paar weken geleden in een postkantoor in Antwerpen, op de Belgielei. Ik stond aan te schuiven en ik zie dat er 4 chassidische Joden... Amai, mijn stem zei even, dat gaan we niet doen, Alex. Mijn tong zei, dat is te moeilijk. Zoals Robin Williams zou zeggen, alle dyslectische mensen in de zaal... Thank you, Robin. Ooit gezien? Mocht niet uit. Maar ik stond aan te schuiven aan het loket. En er staan 4 chassidische Joden om mij te kijken. En ik denk nog van, die zien heel de tijd naar mij. Maar dat kan toch niet dat die mij kennen? Want die kijken geen tv. Volgens hun geloof doen die dat niet. Hè? Dat was mijn vooroordeel. Ik wandelde er voorbij en een van die gasten zegt... Mag ik eens iets vragen, meneer? Bent u Alex Agnew? Dat is echt gebeurd trouwens. Hè? Ik zeg, ja. En die zo, wij zijn heel grote fans van u. Wij kijken stiekem op YouTube. Dat stuk van Hitler vinden wij fantastisch. Maar vertel het niet verder. Ik zeg, ik zwijg als een graf. True story.
Moslims, net hetzelfde. Ik blijk een van de populairste... de populairste komiek te zijn bij jonge moslims. Dat is waar. Hè? Ik heb een bureau in Borgerhout. Ik kom die gasten constant tegen. En roepen die ook van alles naar mij. Zo mijn eigen grappen. Zo, hey Alex, 50 euro is 50 euro. Hey, 50 cent is display. Zo, al die... Doe eens de Marokkano. Dat is allemaal mega cool, man. Ik was een tijdje geleden aan het rondwandelen op een plein in Antwerpen. De Dageraadplaats, het epicentrum van de bakfiets. Hè. En er was een groep jongere Marokkanen aan het voetballen. Gasten van 15, 16 jaar. Allemaal van die gespierde, atletische, jonge gasten. En ene ervan herkende mij. En die kwamen allemaal op mij afgelopen. En ik was ineens omsingeld door 8 van die gespierde, jonge, atletische Marokkanen. Ik stond er met mijn dochter en ik dacht, dit kan alle richtingen uitgaan. En die gast die mij herkende, die zei, zeg, jij bent toch Alex, hè? Ik zeg, ja, jij bent die komiek, hè? Ik zeg, ja. Jij maakt grappen over moslims, hè? Ik zeg, ja. Mag ik eens iets vragen, Alex? Zet jij niet een klein beetje een racist? Waarop die... De jongen die naast hem stond, die zijn broer bleek te zijn, het volgende zei. Gast, dat is Alex Agnew, die lacht met iedereen. Zit jij achterlijk? Sorry, Alex, dat is de Mongool van de familie. True story. Dat is Alex Agnew van de Jodenmoppen. Weet je, de Jodenmoppen op YouTube? Oh ja, bangelijk, de Joden lachen met de Joden. Allemaal klootzakken, de Joden dood, Joden smeerlappen allemaal. Ja, racisme, dames en heren, niet enkel een blanke aangelegenheid, hoor. Wij zijn niet het enige ras op de planeet dat aan racisme doet. Alle rassen op de planeet doen aan racisme naar elkaar toe. Het is een menselijk gegeven. Maar zoals gewoonlijk doet het blanke ras het gewoon beter. Iets ambitieuzer, hè? En die jonge Marokkaan stelde wel een heel goede vraag aan mij. Die zegt, mag ik eens iets vragen, Alex? Waarom lachte jij met ons geloof? Waarom lachte jij met de islam? Dat kwetst ons soms. Wij vinden dat niet altijd leuk. Heb jij geen respect voor ons geloof? Ik bedoel, wat zou jij ervan denken als ik zou lachen met God en Jezus? Wrong guy. Ik dacht, jij hebt mijn show niet helemaal gezien, hè? Ik zeg, dat zou mij niet interesseren, want ik geloof niet. En die, jij gelooft niet. Ik geloof niet in God. Jij gelooft niet in God. In wat geloofde jij dan? En zeg niet in niks, hè. Niet dat goede koop uitvlucht, want daar geloof ik. We zijn mensen, we geloven allemaal in iets. We hebben allemaal iets nodig om in te geloven. Als jij niet in God gelooft, in wat geloofde jij dan? Ik zeg, in Satan. Die zijn reactie was fantastisch. Satan. De duivel. De slechterik. Zeg, ga zot. Waarom geloofde jij in de slechterik? Wie gelooft er nu in de slechterik? Ik zeg, ik zou niet weten of dat de slechterik is. Als je doorheen de geschiedenis zou gaan kijken hoeveel mensen er gestorven zijn in de naam van Satan. En je gaat dan optellen hoeveel er gestorven zijn in de naam van onze God, de Joodse Yahweh of jullie Allah. Dan denk ik dat Satan er verreweg als de tofste van de ploeg gaat uitkomen. Die zijn reactie was fantastisch. Maak ik een selfie mee, ja? En het probleem was opgelost, dames en heren. Af en toe moeten we eens tegen elkaar praten, zoals ik het al zei. Als ik nu een groep van die jonge gasten tegenkom en die roepen om mij, hey, racist, dan kom ik er naartoe en ik praat daarmee. En 9 van de 10 is dat geen probleem. En 1 op de 10 is dat een groot probleem. Want ja, jammer maar helaas zijn er ook moslims die er niet om kunnen lachen om de dingen die ik zeg. Spijtig genoeg. Een bepaald type meestal, lange baarden, gewaden, kalasjnikov. Moeilijk. Was dat allemaal maar zo simpel? Want meestal zijn het ook gewoon maar jonge gasten. En ik vind dat altijd zo jammer. Hè? En ik weet ook altijd dat ik een probleem heb. Als ik zie dat die mij herkennen, maar die roepen niks naar mij. Hè? Die wandelen gewoon voorbij. Dan denk ik altijd, stront aan de knikker. Hè? En meestal wachten die tot ze net ver genoeg weg zijn, zo, tot aan de hoek van de straat. En dan roepen die iets naar mij. Hey, kontneuker! Ik dacht, on occasion. I do like to travel the mines of Moria from time to time, young Frodo Baggins. Ze noemen mij niet voor niks. An Alex. Agnew.
Maar als die gasten wachten tot ze aan het einde van de straat zijn om dan pas iets te roepen, dan weet ik dat ze eigenlijk niet willen vechten. Dan willen ze gewoon mij even beledigen. En in dat geval kan ik mij wel aan een kleine respons wagen. Kontneukert, zeg je, vorige week met uw broer in Stadspark. 50 euro is 50 euro, hè? Drie weken met een stoma rondgelopen, maar mijn god, het was het waard. Een goede grap mag vriendschappen kosten. Voor zover ik het weet, ben ik homo. Hetero. Wow. Oké. Ik ben net uit de kast gekomen. Op het podium en in alle zalen in Kinepolis. Ik voel me bevrijd. I'm gay! Nou, is echt ILD's mop nog dat kloten. Wat ik wou zeggen... Voor de DVD. Nee, maar we laten het er gewoon in. Het maakt me niet uit. Het was een verspreking. Maar ik ben eigenlijk hetero. Hè? Maar ik heb wel gemerkt... Wacht. Want het wordt nu beter. Dat mijn heteroseksualiteit wel ondergeschikt is aan mijn ego. Dat ga ik moeten uitleggen, hè. Oké, cool. Ik zat op café met een goede maat van mij, ook een komiek, en die is gay. Hè? We waren met twee zat aan het worden. En ik deed zo dat typisch hetero mannen ding, zoals je wat zat wordt, zo denken dat je elke homo kunt krijgen. Hè? Oh, ja. Misschien doe ik dat alleen, ik weet het niet. Het wordt niet beter, hè, nou die verspreking, I know. Maar... Man, ik heb deze mop nog nooit zo hard verkloot en in september, dat is fantastisch. Ik red het nooit meer. Maar het maakt niet uit. Want dit is de waarheid. Het is ook een waar gebeurd verhaal. Ik was wat zat aan het worden en ik zeg tegen de Nathan zo... Hey Nathan, zie maar dat we niet te zat worden. Want wie weet, wat gebeurt er vanavond nog? Waarop de Nathan tegen mij zei... Ja, Alex, er gaat helemaal niks gebeuren. Want jij bent mijn type helemaal niet. En ik was keihard op mijn teen getrapt. En zo, ik zei nu type niet, wat wilde daarmee zeggen? Ik zei nu type niet, maar ga zo niet met mij poepen, of wat? Ga zo hier niet mee poepen, of wat? Allee, man, kom aan, ik ben bijna 44 en ik kan nog skinny jeans aan, dat kun je niet van iedereen zeggen. En die een dikke, lelijke rosse waar je vorige week met een roze geweest, dan was uw type wel, of wat? En ik zei nu type niet, ga zo niet met mij poepen. Goh, wie denkt, ga godverdomme wel dat je zegt, hè? En trouwens, weet je wel wie dat ik ben? Ik ben Alex Agnew, ik heb 9 keer het Sportpaleis uitverkocht. Je zou godverdomme blij mogen zijn dat je met mij mocht poepen. En ik zou u trouwens beter pijpen dan het is eender wie anders. En toen ik die zin uitsprak, zei er iets in mijn kop... Pardon? Maar ik kon niet meer stoppen, maar mijn ego bleef gaan. En de Nathan ook, allee Alex, wat zeg je nu? Ga ze aan mij beter pijpen. Je hebt toch nog nooit in je leven iemand gepijpt? Nee. Maar ik zou er godverdomme voor gaan trainen. Hè? En ik zag ineens zo'n Rocky trainingsmontage uit de jaren 80 in mijn kop. Om trainen om een betere homo te worden. Mezelf aan het optrekken op een ijzeren baard. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Met zo'n dildo hier en ene daar. Hè, twee gaten tegelijk trainen. Keel, poep, keel, poep. Ik zou pompen op één arm terwijl ik een Poolse kielbasa was deep throat tot aan de navel. Ik zou Thaise vaginaballen in mijn kont proppen, zodat ik mijn gluteus maximus zo hard kon trainen dat als hij mij anaal nam, dat ik mijn kont zo strak kon samenspannen dat al het bloed van zijn penis even terug in zijn hersenen schoot en hij voor één seconde dacht, ik ben een man in de reet aan het neuken, is dit niet tegen de natuur? Ik zou trainen om mijn keel en mijn kont zo wijd open te zetten dat als we elkaar aan het zwassen aan het nuffen zijn en hij komt klaar dat hem zijn sperma door mijn gat in zijn eigen bakkes blaft. Ik zou godverdomme de beste homo aller tijden zijn! Hoewel er waarschijnlijk een moment zou zijn dat ik op mijn knieën zou zitten met een penis in mijn mond en zou denken, Alex, begint dat ego van jou nu niet een beetje de spuigaten uit te lopen? Maar dan zou dat stemmetje in mijn kop direct beginnen. Kom on, Alex, hij begint te verslappen, niet verzwakken nu. Kom on, rapper. Come on, handenballen, prostaat. Dat hem zo hard klaarkomt dat hij een bril van de bakken afschiet. Kom on, je kunt het. Je simply the best.
en blij dat je de kinderen bij hebt. Ik begin nu stilaan therapie te overwegen, dames en heren. Dit is geen comedy meer, dit is een mentale aandoening. Hè? Dat is een verschil tussen mij en alle andere komieken op de wereld. Die doen het allemaal omdat ze een drang voelen om iets te vertellen op het podium. Ik doe dat omdat ik mensen gewoon kapot maak en in plastieke zakken ga verspreiden over de stad. Oh, man. Gaan we het nog over hebben. Burkinis, allee, kom, dan zijn we er ook vanaf. Hè? Of hoe maken we een probleem van iets wat voorheen helemaal geen probleem was? Hoeveel burkinis zagen ze al op het strand vroeger? 2, 3. Toen kwam dat verbod in Frankrijk, meteen al terug ingetrokken. Maar het resultaat mag er zijn. Een 300% stijging in de burkini-verkoop, dames en heren. 300%. En je kunt het die vrouwen niet kwalijk nemen. Toen ik hoorde van dat verbod in Frankrijk, had ik ook al goesting om er een te kopen, die een aan te trekken en over een strand in Frankrijk te gaan huppelen. Daar zit een piemel in mijn burkini. Daar zit een piemel in mijn burkini. Daar zit een piemel in mijn burkini. Een piemel in burkini. Hey, hè? Tuurlijk dat. Uiteraard. Ik snap dan niet waarom ze dat soort dingen altijd verbieden. Dat heeft altijd een averechts effect. Waarom blijven wij dat altijd doen? En zoals gewoonlijk, die discussie slaagt ook nergens op. Je hebt twee kampen, zoals gewoonlijk. Tegenwoordig heb je altijd twee kampen. Er is polarisatie in alles. Hè. De ene kant zegt de burkini een nieuw symbool van feminisme. Het nieuwe feminisme. De andere kant zegt, nee, dat is een symbool van de onderdrukking van de vrouw. Dat mag niet, dat kan niet. In onze westerse geëmancipeerde maatschappij kunnen wij dat niet accepteren. We moeten dat verbieden. Die vrouwen mogen dat niet dragen, want die moeten vrij zijn, zoals onze vrouwen. Waar zit de waarheid? Ik weet het niet, maar laten we even één ding uit de weg werken, dan zijn we daar vanaf. Want ik vind dat zo twee kampen die tegenover elkaar staan, die compleet naast de kwestie discussiëren. Alsof het één ding het andere uitsluit. Alsof je moet kiezen tussen het een of het ander. Maar even voor de duidelijkheid. De burkini, een symbool van de onderdrukking van de vrouw. Ja of nee? Wat denkt u? Arenberg, kom aan. Ja? Zijn er mensen die nee denken? Zeg, roep maar, kom aan. Nee, oké. Okay. En waarom niet? Zeg wat je denkt. Iedereen doet wat hem wilt. Hè? Vrije keuze. Je hebt groot gelijk. Ik ben het volledig met u eens. Maar dat is totaal naast de kwestie. Nagog het moeilijk worden. Hè? Voelt het? De burkini. Een symbool van de onderdrukking van de vrouw. Ja of nee? Ja, tuurlijk. Nee. Uiteraard. Maar voel u nu niet racistisch wanneer dat je dat zegt. Zet uw politiek correcte knop af en hou uw hersenen aan. Hè? Denk eens voor uzelf in plaats van altijd mee te huppelen met alles wat de media tegen u zegt. Dat je moet vinden of de sociale druk van we mogen niet racistisch overkomen. Want dat is vooral waar dat het om draait. Hè? In ons land, we mogen niet racistisch overkomen. Hè? Of je racistisch bent, dat zien we dan wel in Stemkot. Maar ze mogen niet van ons denken dat we dat zijn. Dat is ook onzin, want het heeft niks met racisme te maken. Het heeft alles te maken met godsdienst. Met de man in de lucht. En als we daar niet mee mogen lachen, dan weet ik niet met wat dan we nog wel mogen lachen. Hè? We mogen lachen met spoken, maar met een oeh, iemand die ons in de gaten houdt, dat mogen we niet doen. Wat een onzin, man. Tuurlijk komt dat voort uit de onderdrukking van de vrouw, want het komt voort uit godsdienst. Het komt voort uit een monotheïstische godsdienst. Een godsdienst met maar één god, zoals die van ons en zoals die van de Joden en zoals die van de moslims. Dat is altijd hetzelfde. Vroeger hadden we polytheïsme. Meer godendom, mannen en vrouwen, massa's goden. De Grieken hadden een heel pantheon aan goden. Dan hebben de Romeinen die gepikt en allemaal andere namen gegeven. Daar viel niet op. Dan hadden we de Noren, die hadden ook heel veel goden. De Kelten hadden massa's goden, hadden ook een heilige drievuldigheid. Net zoals het christelijke geloof, maar dat waren dan wel drie vrouwen. Want de belangrijkste goden in het Keltische oude geloof waren vrouwen. Want de vrouw baart kinderen, dus baart de wereld. Lijkt mij ook veel logischer. Maar toen waren er waarschijnlijk mannen die dachten, dat gaan we niet doen. Hè.
Dan kragen die te veel praten, dat kunnen we niet doen. Hè. We moeten één God verzinnen, één God, en dat is een man. Een man. Een man die enorm veel problemen heeft met vrouwen en seks. Hè. En dat hebben wij allemaal gemeen. Hè. Wij, de moslims, de joden, hè, dezelfde aartsvader, Abraham. Bij de hè, moslims, Ibrahim, andere letters, zelfde gast. Hè. En het probleem is altijd hetzelfde. Een God gecreëerd door mannen die overduidelijk een man is en een probleem heeft met vrouwen. Laten we ons eigen geloof even nemen voor wat het is. Waarom leven wij niet meer in de tuin van Eden, dames en heren? Waarom zijn wij het paradijs verloren? Waarom ploegen wij de aarde om met zweet op ons voorhoofd en baren onze kinderen, onze vrouwen eerder, onze kinderen, vrouwen ook goed, hè? Maar onze vrouwen, kinderen met ondraaglijk veel pijn. Waarom gebeurt dat allemaal? Waarom zitten wij niet meer in het paradijs? Wie heeft er van de appel gebeten? Wie? Wie was het? Adam? Tuurlijk niet, die was waarschijnlijk te achterlijk. Hè? Adam. Bijt van de appel. Ik heb al gegeten. Toen zal ik liever ananas. Is het oké? Okay? Is het voor hetzelfde dat ik een ananas... Ik heb goed zien gekregen nu een ananas. Kom een ananas al. Eva, bijt van de appel. Ik heb geen honger. Hier een paar schoenen. Oeh. En het is allemaal de schuld van de vrouw, dames en heren, dat wij niet meer in het paradijs leven. Dat is wat onze godsdienst u ook vertelt. Ge zijt minder waard. Het is allemaal uw schuld dat we gedoopt moeten worden. Dat we vasthangen aan de erfzonde. En dat is wat al die godsdiensten allemaal doen. En je merkt dat ook dat dat uitgevonden is door mannen. Je merkt dat dan die beslissingen. Want waarom is de vrouw zo ondergeschikt in die godsdiensten? Angst, uiteraard. Wij willen alles onder controle hebben. En het enige wat we niet onder controle hebben, is onze gevoelens voor jullie. Maar dat is zo. Als we een mooie vrouw tegenkomen, iemand die ons, die we aantrekkelijk vinden en we voelen het, dan zegt deze, hé hé, en dan zegt deze, bye bye. En wij doen alles voor jullie. Wij worden jullie slaven. Man, ik zou kruipen door kak voor mijn vrouw, want die vind ik fantastisch. Hè? Daar doe ik dat voor. Dat is die passie. En dat, maar dan heb je eigen niet meer onder controle. En dat is één ding dat godsdienstige mensen haten. Dat is geen controle. Dus de vrouw moet bedekt worden. Je mag daar niet naar kijken. En dat is ook van mij. Dat lijf is alleen van mij. Geen enkele andere man mag dat zien. En dat is typisch, is dat weer een mannelijke beslissing. Dat ik denk, er is weer 2 seconden over nagedacht. Hè? Als je kijkt naar ons allebei, de 2 geslachten, wie is er verreweg de mooiste? Jullie zijn perfect, dames. Jullie hebben ronding. Jullie zijn mooi. Er is over nagedacht. Wij zijn een lantaarnpaal met een banaan erop geplakt. We hebben letterlijk 2 seconden over heen nagedacht. Het enige wat we als voordeel hebben is, ik wil pissen. Allee, we gooien hem eruit. Hè? Colin moet altijd zo achter een auto zien dat er niemand komt. Hè? Zo. Zo, dat is het enige voordeel dat wij hebben, dames en heren. Dat is het, want voor de rest zijn jullie fantastisch en wij niet. En wat hebben wij beslist? Die moeten bedekt worden. Terwijl dat ik denk 2 seconden na en verzint een God die zegt, alle vrouwen zullen rondlopen, zo schaars gekleed als mogelijk. En alle mannen een doek erover, zodat we ons eigen kunnen afjassen terwijl dat God er voorbij wandelt. Hè? Mijn God, fantastisch zou het zijn. Dus is de burkini een symbool van de onderdrukking van de vrouw? Uiteraard is dat zo. Hè? Dat is iets typisch uitgevonden door mannen uit angst voor onze eigen seksualiteit en vooral voor die van jullie. Dus je bent niet racistisch wanneer dat je dat denkt. Want moet de burkini verboden worden? Dat is een heel andere vraag. Wat denkt u? Nee, tuurlijk niet. Want dat werkt ook compleet averechts, zoals ik al zei. We kunnen mensen niet gaan forceren om zich te gaan emanciperen. Dat kun je niet doen. Die vrouwen gaan dat zelf beslissen om die een hoofddoek af te werpen. Die gaan dat niet doen omdat wij dat er tegen zeggen. Want dan voelen die zich nog meer geraakt in hun identiteit. En gaan die nog eerder zeggen, fuck you, ik zit er 2 op. Hè? En ze hebben gelijk. Dus je moet dat tijd geven. Want van waar komen wij, dames en heren? In dit land, 100 jaar geleden, als je een rok tot boven de enkels droeg, was je een hoer. Hè? Dan in de jaren 60, de minirokken. De moeders werden allemaal gek. Onze dochters gaan allemaal hoeren worden. En nu? Nu pijpen onze dochters mannen voor een briezer. Nu zijn het allemaal hoeren. Maar geef het tijd vooraleer die innerlijke hoer zichzelf naar buiten kloot uit de vrouw. Daar heb je tijd voor nodig. En het zal ook gaan gebeuren bij de moslims. Zeker die in het Westen
die hier wonen. Want het is al, studies hebben al uitgewezen dat meer en meer moslima's verder gaan studeren, hogere diploma's halen. Terwijl dat net een probleem blijkt te zijn met heel veel jongere moslimmannen. Dus geef dat nog een paar generaties en die vrouwen gaan de betere jobs hebben. Die gaan meer geld verdienen, die gaan financieel onafhankelijk worden. En jongens, we weten allemaal wat er gebeurt wanneer een vrouw financieel onafhankelijk wordt. Dan is er geen kloten niet meer tegen te zeggen. Ja? Begon met een binde vriendinnen op het strand met een minirokske. Dat mag niet van Allah. Ah ja, en wie betaalde je de rekeningen? Allah? Ik dacht het niet. Wat? En al de mensen die zeggen de burkini een nieuw symbool van feminisme, die hebben eigenlijk ook gelijk. Ja, want als je een paar jaar geleden eens een moslima op het strand zag zitten, Dan waren die helemaal ingepakt, die gingen niet in het water. Nu dragen die een spannend duikerspakje dat eigenlijk al weinig aan de verbeelding overlaat. Ze gaan mee in het water spelen met hun kindjes, mee met ons in het water. Ze doen mee aan de Olympische Spelen, dat wordt fantastisch. Geef dat nog een paar jaar, geef ze nog een paar jaar tussen onze vrouwen, dat blijft niet duren. En we zoiets van, zeg, kon ik elke dag trainen, ik zie er goed uit, we maken er een shortje van. Om die gaan weer zagen, hè. Goh, pijp te mis, dan is dat gedaan. Volgende generatie dat tussenstuk eruit met een buik mag ook gezien worden, vind ik. Daarna een beetje kleiner, een driehoekje, deze verdwijnt in de reet, een tattoo erboven, een breezer in de hand, een piet in je mond. Hé, hey, Macarena! Geef het tijd, dames en heren. Geef het tijd. Dat is al dan het nodige. Geef het tijd. Zo, ik zal eens gewoon afronden, denk ik. Wat denkt u? Er nog goesting? Ja! Die geile wijven daar, ik heb jullie wel gezien. Hey, Lucas. Oh, man. Waar erger ik mij nog aan kapot? Links en rechts. Links en rechts. Really? Doel, Homo sapiens sapiens loopt al 150.000 jaar op deze planeet rond. Sommigen zeggen 100.000, sommigen zeggen 6.000. Maar dat zijn debielen. Hè? 100.000 jaar. Laten we even er ergens tussenin eindigen. Hè? Zo lang wandelen wij al rond op deze planeet. En in al die tijd hebben wij ons gedachtegoed gereduceerd tot twee richtingen. Links en rechts. Gefeliciteerd. Hè? Wat een bende primitieve debielen zijn wij toch, hè, man. En het is ook zo typisch dat weet je, als ik me er toch nog mee moet bezighouden. Want ik vind links en rechts richtingen voor mensen die in een richting... Die een richting nodig hebben. Hè? Ik moet naar daar, ik moet altijd zo denken. Ik denk, fuck, ze zijn niet zo'n debiel. Denk voor uzelf. Stop met debielen te volgen die van die dingen zeggen waar je zelf van weet. Van, dat is onzin, maar ja, dat is gemakkelijk. Hè? Dat is simpeler, want dat heeft rechts altijd als voordeel op links. Altijd. Je moet je eigen wijs maken wat je wilt. In deze vorm van de mensheid gaat links nooit winnen van rechts. Nooit. Het is heel simpel, omdat wij dat eigenlijk ook niet geloven. We willen dat wel. Hè? We voelen wel, we kijken naar de hemel, maar we staan met onze voeten in de stront. Er zijn een aantal mensen in de wereld die dat echt geloven. En dat zijn helden, dames en heren. Schieten we meestal dood. Hè? Maar dat zijn er heel weinig. Hè? Want het is ook, links heeft al een imagoprobleem, om mee te beginnen. He, worden allemaal afgebeeld als utopische dromers, die dromen van een samenleving die nooit kan zijn. Alle rassen en geloofsovertuigingen, allemaal samen, we werken allemaal samen als mensen, we zijn allemaal gelijk. En die zeggen dat soort dingen en waar ze in de rennen en waar denken, dat is aan dalen het. He? Terwijl rechts, die doen altijd alsof ze een patent hebben op de werkelijkheid, op hoe de wereld echt is. He? Ja, we zouden ook willen dat we allemaal kunnen samenleven, hè? Maar we hebben de wereld niet gemaakt. En in de wereld waarin wij nu leven, is een muur toch een beetje handiger. Hè? Dat soort ideeën. En wij geloven dat eigenlijk eerder. En waarom? Wij zijn primaten, dames en heren. Wij zijn twee chromosomen verwijderd van een chimpansee. Je ging de zoosto en je ziet er een kak tegen een raam smeren. Hé, betien, je smijt een kak tegen een raam. Twee chromosomen. Twee. Twee tussen, ja, ik vind eigenlijk dat alle mensen zouden moeten... En... Dat scheelt niks. En als het erop aankomt, dan merkt het. Het wordt nog perfect uitgelegd in de film The Matrix. Nu ook terug heel actueel, omdat het in de voorbije weken in alle kranten stond dat er wetenschappers zijn die geloven dat het echt zou kunnen zijn. Voor de mensen die The Matrix niet gezien hebben, heel The Matrix is gebaseerd op het idee dat wij niet in een echte werkelijkheid leven momenteel. Dat is een illusie. Wij zijn hier nu eigenlijk niet. Een idee dat al zo oud is als de mensheid. De Griekse wijsgeren filosofeerden erover.
Er bestaat zelfs een Engels kinderliedje waar het in komt. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Dat is het idee dat ons al jarenlang achtervolgt. Zijn wij hier echt? Is dit allemaal echt of is het een droom? En die film, The Matrix, zegt eigenlijk dat dit allemaal een illusie is, gecreëerd door een hyperintelligent ras van robots die ons gebruikt als legbatterijen. Maar er is één persoon in de film, Neo, gespeeld door Keanu Reeves, beste acteur aller tijden, die door die realiteit kan kijken en kan zien dat wij eigenlijk slaven zijn van robots. En hij gaat de strijd aan met de robots. En op het einde van de film heeft hij een gesprek met een vertegenwoordiger van die robots, Agent Smith, die aan Neo uitlegt dat de allereerste versies van de illusie die de robots creëerde van de Matrix, dat dat een perfecte realiteit was. Zonder racisme, zonder criminaliteit. Iedereen rijk, iedereen succesvol. Er bestond geen armoede. Al dat soort dingen. Een perfecte wereld. En de menselijke geest kon die realiteit niet accepteren. Because human beings define their existence through misery and suffering, Mr. Anderson. En ik kan hem geen ongelijk geven. Want wij zijn primaten, dames en heren. En zolang het zo blijft, kan ik eigenlijk maar tot één conclusie komen. En hier komt die dan. De conclusie van de show. Zijn we klaar? Wij zijn het niet. Dank u wel. Wij zijn het niet. Wij zijn het niet. Ik bedoel, Neandertaler dacht ooit dat hij het was. De meest dominante vorm op de planeet. De meest dominante levensvorm. Hè? De slimste van de noep. Vuur. Vuur. Oeh. Oeh. Stok. Stok. Steen. Touw. Touwsteen. Stok. Stoksteen. Touw. Bijl. Bijl. De slimste van de noep. En toen kwamen wij, homo sapiens sapiens, de denkende mens die weet dat hij denkt, of de wetende mens die weet dat hij denkt, of denkt dat hij het weet, wat veel denken en weten. Maar in ieder geval. En wij hebben samengeleefd op de planeet met Neandertaler. Wij waren neven van elkaar. Hè? Wij zijn niet geëvolueerd uit Neandertaler, zoals ik vroeger dacht op school, blijkt niet zo te zijn. Wij hebben de planeet gedeeld. Hè? Neandertaler was een beetje sterker, een beetje minder slim. Goed voor op de naflap, niet zo goed voor een quiz. Hè? De Gianni van de ploeg. Hè? Maar en Neandertaler is moeten vertrekken, dames en heren, want wij waren de verbeterde versie. Hè? Zoals slimmer, slimmer. Wij waren meer aangepast aan de situatie zoals Charles Darwin zei, survival of the fittest. Wij waren er, Neandertaler kon gaan. En wij hebben de fakkel overgenomen en zijn nu de dominante levensvorm op de planeet. Motisoep. Voelde dat niet? Het is op, hè. We hebben ons plafond bereikt. Het maakt niet uit welke technologische vooruitgangen we nog gaan boeken. Het zal nooit meer beteren met ons. Want ieder ding dat wij verzinnen dat de mensheid kan helpen, gaan we ook gebruiken om de mensheid te vernietigen. Hè. De GPS die u straks naar huis brengt, is dezelfde die de bom door een schoorsteen laat vliegen in een of ander land met mensen die geen olie hebben en ons niet interesseren. Hè. Dus dat is gewoon het probleem. Wij zijn primaten. Wij gaan nooit tot een goede conclusie komen. Het is gedaan. We hebben het hoogtepunt bereikt. Het is op. Het is tijd voor ons om te vertrekken. Wij zijn de Giannis geworden. Hè? Tijd voor een nieuwe slimme neef. Hè? Een geëvolueerdere versie van ons. Die zegt, goed gedaan, mannen. Zelfrijdend auto's en al, chic. Mogen kunt gaan. Wij nemen het roer wel over. Want jullie geloven nog in die God. Hè? Die God, die onzichtbare man die ons heeft gecreëerd. Naar zijn eigen evenbeeld. Die zin alleen al zou al moeten duidelijk maken dat alle godsdiensten bullshit zijn. God heeft ons gecreëerd naar zijn eigen evenbeeld. Wij lijken op God. Zou het niet plausibeler zijn dat God lijkt op ons? Waarom is God anders zo'n nakel? En als ik nu gelovige mensen beledig, het is niet de bedoeling. Fuck it, jawel, het heeft lang genoeg geduurd. Stop met onnozel doen. Wij hebben God gecreëerd naar ons eigen evenbeeld, man. Dat is onzin dat je daar... Dat je daar nog altijd in gelooft. Ach ja. Leest uw eigen boek. Leest uw eigen boek. God is almachtig, barmhartig en alwetend.
heeft hij zijn eigen al ooit zo gedragen? Onze eigen godsdienst, het christelijke geloof, de 10 geboden, de eerste 3 gaan alleen over hem. Bovenal bemin 1 God, ikken hè, niet al de rest hè, alleen ikken hè. Zweer niet ijdel, vloek nog spot, niet mijn naam, niet God verdoemen hè. Terwijl dat is het enige waar God nog goed voor is. Dat je een teen stoemt en je kunt zeggen, godverdomme, dat voelt toch beter dan, oh, verdomme toch hè. Pot vol koffie, dat marcheert niet, godverdomme. Jezus Christus, het enige waar dat dag hoeven is dat je staat altijd... Jezus Christus, red nice deur. Heilig steeds de dag des Heren. De 7e dag, mijn dag. Je moet heel je leven lang dank u dat je deze wereld voor ons gecreëerd hebt. Dank u. En je hebt uw zoon opgeofferd. Dank u. We hadden dat niet gevraagd, maar allee, cool dat je dat dan toch wilt doen. Dank u. Ja, want je moet mij eren, mij. Het gaat over mij. Ik, mij. Dat is geen almachtig, alwetend, barmhartig wezen. Dat is Donald Trump. De leider van de vrije wereld, dames en heren. 1 vinger op de knop, de andere... You can grab him by the pussy. Hè? Dat is hem geworden, hè, man. Je zot. En waarom is hier dat geworden? Omdat we iets anders willen. We leven in een tijdperk van iets anders. We vervelen ons eigen. Het is tijd voor iets nieuws. De Brexit, juist hetzelfde. De EU, ja. Well, let's make Britain great again. Let's do it ourselves. It won't be better. No, but it'll be different. Dat is het. Zelfs de Schotten zijn het namuug. Die willen misschien terug naar de EU. Hey, we hate the British even more than we hate the EU. So we're coming back. Zot volk, man. De Schotten, uitvinders van de doedelzak. He. Meest gestoord instrument aller tijden. We'll take a tartan sack, stick a couple of pipes in it, and when you're blowing it, it sounds like you're strangling a cat with barbed wire. It's really great. Let's put on a funny hat with a pompon and a skirt and march around and blow it till people blow their brains out. Gestoord volk. De West-Vlamingen van Groot-Brittannië zijn het. He. Het is iets anders, dat is de reden waarom dat Donald Trump gewonnen heeft, dames en heren. Het is iets anders. Met Hillary Clinton gingen we hetzelfde krijgen als we altijd kregen. Hè? De 1%ers die altijd vrij uitgaan in alles. Een president die alleen maar bestaat voor de rijkste mensen, die Israël ophemelt, het Midden-Oosten demoniseert, terwijl dat ze eigenlijk zaken doen met de grootste leverancier van terrorisme wereldwijd, Saudi-Arabië, want die hebben olie en dat is natuurlijk belangrijk. Dat wisten we allemaal al. Zelfs de first man hebben we al gehad. I'm back. Rondleiding is niet nodig. De sigaren liggen in de bovenste la, als ik het mij nog goed herinner. Hallo, stagiaires. Uncle Bill is back. It's raping time. Het was ofwel dat, ofwel die zot. Maar het is iets anders. Heb je al ooit speechen gezien van Adolf Hitler? Echte speechen? Je moet dat eens zien op YouTube. Hè? Heb je die al ooit bezig gezien? Die toespraken, Nuremberg, zo honderden duizenden mensen met vlaggen en banieren en standaarden. En hij dat die toesprak. Alle Duitseren, weer de nationaalsocialisten, noor die beste nationaalsocialisten. Er moet er toch iemand tussen gestaan hebben dat echt... Die is echt niet juist in zijn kop, hè? Dat is zo duidelijk. Maar dan stond er ongetwijfeld iemand en even dat zei... Ja, maar het is iets anders, hè. Behoed je voor tijden waar het easy tenders is. Want nu hebben we, met dames en heren, wat die allemaal zegt, man. We're gonna build a wall for the Mexicans. Who's gonna build the wall? The Mexicans, tuurlijk dat. Hè? Zet anders de vluchtelingen aan het werk. Kunnen ze de muur bouwen? Zijn ze nog nuttig? En zo, de muur voor de Mexicanen is af. Yay! Oh, fuck, we stonden aan de verkeerde kant. Welcome to Mexico. Would you like some tacos? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. En zo praten Mexicanen, een heel land vol muizen met sombrero's. Andale, andale, epa, epa, arriba, arriba. Op die is een trage neef. Hey, Speedy, how we gonna get the cheese without the pussycato? La cucaracha. De leider van de vrije wereld, dames en heren, dan is het toch op. Dan moet ik het toch niet meer uitleggen dat we ons hoogtepunt bereikt hebben, dat het gedaan is. Ook dat onze meningen niks voorstellen, dat die contradictorisch zijn, dat wij nooit consequent zijn in onze meningen. Je hebt mensen in Amerika die tegen abortus zijn en die stemmen op Donald Trump. Terwijl als er nu ienen is dat het verdient om in een roestige kapstok het afoef van zijn moeder getrokken te worden en deur gesast te worden in de pot, dan is het die mongool wel. Hoewel de wc waarschijnlijk 3 weken verstopt zou zitten omdat ze die fucking broad er niet uit krijgen. Ja.
Volgens mij ook de echte leider van de vrije wereld. Die is een oor. Daar ben ik zeker van. Waar komen die ideeën anders vandaan? What are you gonna do when you're president, Mr. Trump? We're gonna build a wall. We're gonna build a wall! Die zijn haar zit nu op een troon in het Witte Huis. My plan has worked. Dat is vicepresident het haarstuk van Helmut Lotti. Tiritomba, tiritomba. Ik ben niet helemaal zeker van die een theorie, maar je weet wat ik bedoel. Maar als dat de leider van de vrije wereld is, dames en heren, is het op. Zoals ik al zei, tijd voor ons om te vertrekken. Tijd om onze slimmere neef het roer te laten overnemen. Zoals David Bowie het zo mooi zei in zijn nummer Oh You Pretty Things, Gotta Make Way for the Homo Superior. En daarmee bedoel ik niet de Übermensch, maar de volgende stap in de evolutie. De slimmere neef die tegen ons zegt, tijd om te gaan, jongens. Wij lossen het hier wel op. Want wij zijn niet meer bezig met huidskleur, met afkomst, met geslacht, met seksuele voorkeur, met God. Wij zijn God. Wij moeten het oplossen. Niemand anders gaat het doen. Wij moeten deze planeet terug helen, het ecosysteem terug op gang brengen. Duurzame energie. En als geen enkele mens op deze planeet nog honger lijdt, kunnen wij ons eindelijk gaan bezighouden met de dingen die we moesten doen. Het verkennen van het universum, het bouwen van poorten naar andere dimensies, ruimteschepen die onmetelijke afstanden kunnen afleggen op seconden tijd. Let's see what's out there, number one. First star to the right and straight on till morning. En misschien krijgen we dan eindelijk het antwoord op de vraag, wie zijn wij en waarom zijn wij hier? En worden we de goden die we voorbestemd waren om te zijn, in plaats van de holbewoners met pretentie in een zelfrijdende auto die we nu zijn. Zet u allemaal. Over heel Vlaanderen, zet u. Je dacht toch niet dat ik ging eindigen met die pretentieuze bullshit, zeker? Dat heb ik alleen maar gedaan om 5 sterren in de standaard en in de morgen te krijgen. Nu ga ik er vlotjes 2 sterren terug afspelen. Als je de zon zijt, heb je geen sterren nodig, zeg ik altijd. Ja, man. Oh, ik word zot van kunstenaars en komieken en cabaretiers en van dat volk gelijk mij. Ik word onnozel van vooral dat de mensen zien staan er juist en gewoon allemaal, amai, wat zegt de meer allemaal? Alsof dat ik weet over wat ik bezig ben. Ik zeg het, ik lees diagonale Wikipedia-artikelen en de rest trek ik uit mijn gat. Ik kan het gewoon goed uitleggen, hè? Net zoals sommige andere mensen in de wereld. Alle vrouwen werden. Dat is niet goed. Volg mij niet, luister niet naar mij. Ik verkoop alleen maar onzin. Maar heel af en toe in mijn zoektocht naar de waarheid vind ik een echte waarheid. Een waarheid die een onweerlegbaar, onomstotelijk feit blijkt te zijn. En om mee te eindigen vanavond, dames en heren, ga ik jullie 1 waarheid meegeven. De enige waarheid die je van mij gaat horen vanavond. Naar het schijnt kunnen mannekesvarkens tot 30 minuten lang klaarkomen. Wist je dat? 30 minuten! Mevrouw, hè? Stel, is dat uw man, de man naast u? Ja, inderdaad. 30, we kunnen dat voorstellen. Oh, 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 30 minuten aan een stuk. Dan gaat het toch vanzelf al op uw handen en knieën zitten van doe wat je wilt, ik zet me een soap op. Serieus, deze is belachelijk. Oh, schat, het loopt uit mijn neus, ik zie het vol. Kom aan, de rest in de pombak. Sorry, lieverd. Oh, 30 minuten aan een stuk. Respect voor de varkens. Hè? Nu snap ik waarom moslims het er zo moeilijk mee hebben. Hè?
Pure jaloezie. Dertig minuten. Niet echt de sterkste kant van de mannelijke homo sapiens sapien. 30 minuten, wij zijn meer van die snelle ninja-neukers. Rakt hem niet aan. Hè? Terwijl jullie, dames, als jullie klaarkomen, jullie kunnen soms van die harde orgasmes hebben, van die lange, met naschokken, zoals een aardbeving. Stond ik al lang te pissen en was ik goed. Dat is altijd een goed moment, hè, dat je zo moet gaan pissen vlak nadat je klaargekomen bent. Hey, jongens, dat je voelt dat die pipi zich nog een weg moet banen door dat laatste restje sperma. Hey, ja, de lach van herkenning, ik weet dat je weet wat ik bedoel. Ja, dat is altijd een beetje spannend ook, hè. Dan voelt hem zo wat opzwellen. Zo. Oh, misschien een verstopping. Oh nee, alles in orde. Gelukkig. All clear, captain. Beeld ik mij altijd zo in dat die spermatozoïden zo aan de rand van de naken hangen. Waarom zijn wij de tunnel niet ingegaan? Omdat je weer te traag wordt, is Jannie gelijk altijd. Wat hoor ik daar? Oh my god! Yellow River, Yellow River. Zo, dames, nu weten jullie hoe ik klink wanneer ik klaarkom. Ik ben er niet trots op. Ik heb een tijdje terug nog eens een nieuw geluid geprobeerd bij het klaarkomen. En toen ik aan het vrijen was met mijn vrouw. We zijn intussen al 14 jaar samen, dus je moet het nog een beetje boeiend houden. En ik ben per slot van rekening de man van de geluidjes. Allee, het is nu niet dat ik zo... Oh, lieverd, ik kom! En zo daar. Eén keer. Maanden gezeik. Nee, maar ik voelde dat ik ging komen. Hè, zo. En mannen, als je dat thuis probeert, neem maar op zijn hondjes, dan zie je het niet aankomen. Dubbel de pret. Hè. Ik voelde dat ik ging komen in plaats van mijn gewone... Ho, ho, ho. Waarom zeg je dat soort dingen ook altijd op een podium? Zeg. Dus in plaats van... Ho, ho, ho. Nee. Maar ik kon er al met mijn eigen. Maar... In plaats van mijn gewone, ho, denk ik ineens. Het kwam er ineens uit en een stemmetje in mijn kop zei, kom on, doe het. Hè. Ik voelde het komen en in plaats van, ho, denk ik ineens. Gaat hij er een kop moeten zien. Dat was goud waard. Die keek zelf ook zo rond van, ik had dat ook gehoord. Hè. Nog weken mee gelachen. Probeer het thuis ook eens, jongens. Om mee te eindigen vanavond, dames en heren, en nu voor echt... een klein verhaaltje over mijn dagelijks leven. En dan stuur ik jullie de nacht in, Vlaanderen en Arenberg. Mijn vrouw speelt graag poker met haar vriendinnen. En die doen dat altijd met zo'n groep, hè, een groepje vrouwen... Doen dat om beurten bij elkaar thuis. En het was die avond bij mij thuis te doen. En ik was thuis, voor een of andere reden. Want meestal maak ik dat ik weg ben. En niet omdat ik een probleem heb met een groep vrouwen, want ik zit eigenlijk heel graag in vrouwelijk gezelschap, maar die vinden dat minder tof dat ik er ben. Dus ik ga meestal weg. Maar mijn vrienden hadden die avond allemaal iets aan de hand. Matennaaien.be. En ik zat thuis. Ik had geen optreden. En ik heb het gezien. Vrouwenpoker. Dat is fantastisch. Dat is iets compleet anders dan mannenpoker. En niet dat jullie minder goed spelen, want absoluut niet. Maar jullie amuseren nu veel harder. En er komt ook veel meer drank aan te pas. Man, zuipen dat idee. Smoren. Al onze vriendinnen zuipen ons ook allemaal onder tafel. Dat is echt een feit in mijn vriendenkring. Die kunnen er, die feesten 10 keer harder dan ons. Hè. Dus ook soms gaan die zo een week weg mee allemaal, zo op een jaar. We gaan allemaal een week ergens naartoe en dan zie je die foto's en dat allemaal... Hey! En intussen zeggen wij met de mannen, we denken dat een barbecue en liggen wij om 8 uur in ons bed. Hey. Mega boring. Maar dus die zapen. En toen brak er ineens een moment aan waar ik alleen maar over had gehoord in sagen, mythen en legenden. Maar al die vrouwen begonnen ineens bedgeheimen
met elkaar te delen. Die waren gewoon vergeten dat ik nog in de zetel zat. Hè? Ik ben dingen te weten gekomen over mijn vrienden die ik nooit had willen weten. En zij ook over mij. De volgende dag, ik kwam aan op café, al mijn maten. Hey, Redemse! Zeg, ja, kalm, kalm, meneer. Pisties in mijn bakkes. Hè? En op een gegeven moment, die vrouwen waren over seks aan het praten, ging het over een boek dat ze allemaal aan het lezen waren. Een boek met geweldige seksuele passages. Ze waren er zo enthousiast over dat ik er een beetje aan betaald van werd. En als mensen ergens te enthousiast over worden, heb ik altijd de neiging om dat te gaan verkloten. Want zo ben ik, een gever. Hè? Ik was mij aan het vervelen, dus wat heb ik gedaan? Ik ben aan tafel gaan zitten, dat boek lag op tafel. En ik heb er iets mee gedaan dat ervoor zorgt dat die vrouwen altijd om mij moeten denken als ze dat boek lezen. En ik voel mij daar niet schuldig over. Want mensen doen dat constant bij mij. Omdat ik een komiek ben, sturen ze filmpjes door die dingen voor mij verkloten. Gebruik het in uw show. Ja, deze is gelukt. Hè. Ik kreeg een tijdje terug een filmpje, je hebt het zeker allemaal gezien. Een filmpje met YouTube. Zo'n YouTube-filmpje met liedjes, Engelstalige liedjes, waar je zo per ongeluk een Nederlandstalige zin in kunt verstaan. En ene keer dat je die hoort, kun je dat nooit nog anders horen. En is dat nummer voor altijd naar de kloten. Ja, je weet wat ik bedoel. Ik zat alleen in een vuile kameel. Dank u wel. Even geleden, kom met zout. Merci. Of mijn favoriet, We Rule van de We Papa Girl Rappers. Je kent het allemaal. We rule the dance hall. With a brand new fashion and a dance hall style. We rule. En dan hoorde een gast roepen. Peter heeft het overleefd. En je kunt dat nooit nog anders horen. Elke keer dat je dat nummer nu hoort. Peter heeft het overleefd. Wat zingt hij nou eigenlijk echt? Ik weet het niet. Maar de Peter heeft het overleefd. En dat is al dat ik moet weten. Ik ben gerustgesteld. Go Peter. Nu, het boek dat die vrouwen aan het lezen waren, je zult allemaal wel weten welk dat is zeker. Welk denk je dat is? 50 Shades of Grey. Het was de Nederlandstalige versie. 50 tinten grijs. Nu, wat heb ik gedaan? Ik ben aan tafel gaan zitten. Ik was mij aan het vervelen. Hè? Dat is de context. En ik heb een van de seksuele passages uit het boek op pagina 206 voor de liefhebbers voorgelezen in de stem van onze tergeliefde clown Bassie. Daar droog de foef vlotjes van op, kan ik u wel vertellen. Bij één vrouw liep er zelfs zand tussen haar benen uit. Gieren cirkelden over mijn huis. Ah! Of mijn vrouw vroeg iets, wie weet dat ook. Hè? Om mee te eindigen vanavond, dames en heren. De laatste show van de tour. Ik kom mij weer zitten in de positie van vetzakkerij. Je ziet het naal. Trouwens, voor ik eindig, allemaal bedankt om kaartjes te kopen, om terug te komen, om mij terug te komen bekijken na al die jaren. Ik hou van jullie allemaal. Dank u wel. Om mee te eindigen vanavond, een passage uit het boek 50 tinten grijs door E.L. James, uitgeverij Prometheus. Pagina 206. Seksuele passage. In de stem van Bassie de Clown. Je had kunnen eindigen met dat intelligent stuk, hè? Al, ik stuurde al 2,5 uur, maar nu, het was weer niet genoeg, hè? Alright, cool. Zit je klaar? 50 in de grijs. Stem van Bassie de Clown. Kom on, kom on, kom on. Focus, cultuur, hè? Kom, Bassie wil neuken. Die eerste zin is al geniaal. Houd vast. Here we go. Laatste show van de tour, 50 tinten grijs. Pagina 206. Alright, here we go. Houd vast. Ik sta stijf van seksueel geladen verlangen. Maar kijk me even aan. Hij schat mijn verlangen in. Dan pakt hij me plotseling vast en draait me om. Dit overvalt me. En omdat mijn handen vastgebonden zijn, moet ik mezelf ondersteunen met mijn ellebogen. Allemaal magisch. Hij duwt mijn knieën omhoog op het bed,
zodat mijn billetjes de lucht insteken. En hij slaat er met de vlakke hand op. Hard, hard als een moederneuker. Ik schreeuw eruit, ik kom onmiddellijk klaar. Terwijl hij heerlijk in me blijft pompen. Pompen, pompen is een Arabische olieshake, doet hij de gore klootzak. Kom, Bassie. Ik heb de namen veranderd. Nog een keer grondt hij tussen opeengeklemde tanden door. En ongelooflijk genoeg reageert mijn lichaam. Trekt zich rond hem samen wanneer ik weer een hoogtepunt bereik. En zijn naam uitschreeuw. Adriaan! Harenberg in Epolis, dat was het voor mij voor deze tour. Dankjewel, tot de volgende keer. Bye-bye. Come on.